Ik kijk alleen maar. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Versoepeld naar de 3. Oh. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de Huiskamer TV Show. Vanavond helemaal in Engelse sferen. Ik zit hier in de enige echte opvolger van die Franse lelijke eend. U kent hem wel, af en toe ziet u ze nog rijden. Die Engelse Mini. En die Mini, dat is ook de auto van onze hoofdrolspelers van vanavond. Rob en Anja Smits in Ussel. En die Mini is voor hen een manier van leven. Als je dat niet gewend bent, is dat ding is het even wennen. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Mouse Village, het domein van de hoofdrolspelers van vanavond, Rob en Anja Smits. Zullen we naar binnen gaan, jongens? Ja. Komt u maar. Wakker worden. Wakker worden. Geef het even een kusje. Gefeliciteerd met je kleinzoon. Dat is niet zo mooi weer vandaag. En dat nog wel op de verjaardag van je kleinzoon Rob. In een Engelse cottage in Latum worden Rob en Anja wakker. Hier is het ook waar ze ontbijten. Een Engelse sfeer is in het hele huis aanwezig. Rob, heb je de tafel al gedekt? Kijk, dat zijn echte Engelse bosjes. Heb je heel veel dorst? Valt dat toch wel mee? Een echt English breakfast dus. En ook aan hun gedekte tafel is werkelijk alles Engels. Behalve het eten, het servies, het bestek en de koffiepot. Ja, dat kan niet anders. Die komt ook uit Engeland. Heb je alles? Ja. Na het ochtendritueel met dat heerlijke ontbijtje vertrekken Rob en Anja vanuit Latum naar hun tweede huis. Het staat in Huissen. Daar hebben ze jaren gewoond, maar dat huis is inmiddels omgebouwd tot garage, pub, winkel en ontmoetingscentrum voor minifans. Zo decadent dat overdag zijn we gewoon thuis. En s'avonds gaan we naar ons buitenhuis. Wij voelen ook nog dat dit ons huis is. Latum heb ik geen binding, hier wel. Ook hier is alles Engels. Tot in het kleinste kamertje aan toe. Nou, de wc-papier, dat is een hobby van mijn vrouw. Die haalt ze uit Engeland. En waarom? Omdat er bloemetjes op zitten. Dat kun je dus in Nederland helemaal niet krijgen. En hoeveel neem je dan mee als je gaat boodschappen doen? Een dakkoffer vol. Daar ik die pub, die technische informatiepub ook vrouwvriendelijk gemaakt heb. Er zijn zoveel dames die zeggen van, oh, moet je kijken, bloemetjes toiletpapier. Mannen valt het niet op. Tegeltjes heb ik uit Engeland meegebracht. Bloemetjes op de pot. Via de achterkant van de pub gaan we naar de garage, ofwel de workshop. Meteen daaraan vast zit de onderdelenshop, waar het vaak hartstikke druk is met liefhebbers van de Mini. Anja staat er heel regelmatig achter de balie. Moet je wel even klokken, hè? Want anders dan weten we het niet meer hoe laat we thuis zijn. Het is goed, Hyacinth. 19:15.
Dat vond ik al. Goedenavond allemaal. Hallo, 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 hallo. Hartelijk welkom nogmaals. Dat is mooi, Rob en Anja zijn goed gedresseerd, want ze gaan al direct naar hun plek achter de bar. Dat wilde ik er net gaan vragen. Schenk even wat lekkers in voor de mensen hier. Dan ga ik ondertussen stiekem even lekker over Rob en Anja roddelen. En dat doen we eerst met Chantal. Oh. Dag. Hallo. Hoe is het? Ja, prima. Ja? Hartstikke gezellig hier. Chantal, huisvriendin, mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het onderhand wel zeggen. Ik ben nou al 20 jaar bevriend met een dochter, Babies. Ja, een dikke vriendinne. Ja. Kleine tussenstop van 3 jaar en verder ben kind aan huis. Wat was dat dan voor tussenstop? Een beetje een meningsverschilletje. Maar het is bijgelegd? Het is helemaal bijgelegd. Echte zeker weten. Dus. Ja, ja, allebei naar moeder. Dus toch ook weer een andere fase. Ja, ja. Heel erg leuk. Ik heb een vraagje over Rob en Anja. Ja. Over Rob met name. Als Rob nou zou moeten kiezen tussen de mooiste mini van de hele wereld, ja, of Anja? Anja. Daar, ja, daar zijn we het allemaal mee eens hier, hoor ik. Hè? Ja, ja, dat is een makkelijke keuze. Ja, ja. Dankjewel. Veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En de naam viel al even. Babies, die zit hier met haar dochtertje. Aan de overkant van de tafel. Hi. Hi, kan je zich erbij komen, Babies? Dan kunnen we je ook verstaan. Ik hoop alleen niet dat zij de microfoon beter gaat pakken. Maar... Nou, daar komen we snel genoeg achter. Dat zal wel lukken, toch? Luister, wat voor vader en moeder heb jij? Ik heb een hele lieve moeder, heel erg zorgzaam en mijn vader is altijd gek. Ik zei vroeger altijd als vriendinnen op bezoek kwamen, let maar niet op mijn vader, want die is zo gek als een deur. En dat is nog steeds zo. Dat gaat hij al, je wil ook zeggen, zie je dat? Haha, ja, happen naar de koek, hè, happen naar de koek, ja, ja. Nou, zij zou zeggen opa is knettergek, maar nee, echt waar. Die altijd al zo geweest, dat is echt iets typerends voor mijn vader. Nu heb ik jouw vader ook gevraagd van wat hij dan van jou vond. Nou, dan ben ik heel benieuwd zo naar. Werkt het, ja. Hij zei, ik kan niet met haar, maar ik kan ook niet zonder haar. Nee, inderdaad. We hebben ooit een keer... het is gelukt om een keer 2 weken niet met elkaar te praten. En alle communicatie ging via mijn moeder. En wie is dat meest eigenwijs van jullie? Ik denk ik. Oké. Dat is in ieder geval heel serieus. Ja, nee, ik denk allebei evenveel. We hebben echt een karakter dat heel veel op elkaar lijkt. We zitten hier in Huissen, in Mouse Village, maar ze wonen eigenlijk in Latem, hè? Ja, maar als ze nou zouden moeten kiezen, als ze echt wat te kiezen hadden tussen het wonen in Latem of het wonen in Huissen, wat zouden ze dan kiezen? Ik denk Latem. Toch Latem? Ja. Lekker blijven zitten aan die mooie plas daar. Ja, ik hoor mijn vader en moeder heel vaak zeggen, er is geen mooiere plek op de aardbol als deze. Dus ik denk dat dat de woorden zijn die hun altijd zeggen. Hoe heet je dochtertje? Aimee. Is bijna zo mooi als zijn moeder al. Oh, dankjewel. Dames en heren, de namen zijn al veel gevallen, Rob en Anja, en dit zijn ze in het echt. Te zijn. Wat was jouw probleem? Anja, ik had wat meegenomen. Ja. Do you have any mini? Yeah. Are you love an English car lover? All kind of English cars. Rob Smits groeit op in de wijk Geitenkamp in Arnhem. Rob heeft 1 broer en 1 zus en zijn vader was militair bij de luchtmacht. Als baby vertoont Rob al enige gelijkenis met een Engelse gentleman. Om over te zetten. Je ziet hem hier. Naar die. Ook Anja komt van de Geitenkamp. Zij heeft 2 broers en 1 zus. Broer Jan gaat wielrennen en als Anja meegaat, ontmoet ze daar op 17-jarige leeftijd Rob. Ik had hem dus al wel een keer gezien vanuit de verte. En ik dacht van nou, dat moet hij toch wel weten. Jawel. Hij dacht misschien niet zo, maar dat was wel. Nou, het beste kan ik daar Rob even verroepen, want die weet daar toch het meeste van. 2 kinderen kregen ze, Rowan en Babiesje. En inmiddels zijn ze zelf de trotse opa en oma. Babiesje heeft een wolk van een dochter. En ook Rowan is inmiddels vader. Rob heeft 27 jaar gewerkt voor Defensie. Maar die legermentaliteit paste hem niet zo goed. In dienst heb ik wel eens gemerkt, als ik probeerde me te veranderen qua mentaliteit, ook qua instelling. Maar als jij in een bepaald harnas geboren bent, gewoon je bepaalde karaktereigenschappen, moet je nooit in een ander harnas gaan lopen, want dan word je helemaal gek. Ondertussen had Rob al jaren liefde voor minis en die liefde nam steeds hevige vormen aan. Mouse Village is nu zijn eigen realiteit en zowel Anja als Rob leggen hier hun hele hart en ziel in. Aan de voorkant. En behalve de liefde voor de mini, is ook de liefde voor elkaar in al die jaren alleen maar gegroeid. We zijn nog steeds heftig verliefd op elkaar, maar dat weet ook de hele familie. Ik zit regelmatig bij haar in de auto
Dat wil ik met glimlach zeggen. Weet je dat ik gewoon vlinders in mijn buik heb nog? En wat het dan is, ik denk dat het zelfs nog erger is dat dat toen we jong waren. Tweede Paasdag 1995, de dag waarop jullie leven een dramatische andere wending kreeg. Rob, want wat gebeurde er toen precies? Nou, ik was uitgezonden voor Defensie, voor de luchtmacht, naar Zuid-Italië. Daar zat een radarstation. En daar was ik geplaatst voor de vliegbewegingen boven dat gebied dan. En ik zat in eerste instantie in een hotel. Ik had Anja meegenomen met haar auto, de Mini Cabrio. Even later zat ik in een woonhuis, omdat er zoveel Amerikanen kwamen. Die konden dan op mijn kamer, want dan stoppen ze er meer op als een Nederlander. En toen wilde ik op tweede paasdag van de woning naar het hotel. En toen kwam er ergens een bezopen Italiaan een boog door. En die kwam aan mijn kant de auto binnenrijden. En ik eindigde bij Anja op schoot. Met aan de ene kant alle ribben kapot en de been gebroken. Dat klinkt, Anja, niet heel erg dramatisch nog, maar het nam al vrij snel een andere wending. Want hoe ging dat verder? Nou, op het moment dat hij dus bewusteloos op mijn schoot lag en wij hem dus voorzichtig bijgebracht hadden, deed hij zijn ogen los en zei tegen mij, ik hou van jou, maar ik zit links helemaal in elkaar. En dat klopte uiteindelijk ook. Dat hebben ze in Italië niet ontdekt. Wel dat hij dus 7 gebroken ribben had en een gebroken been. Dag daarna hebben ze hem teruggevlogen naar Nederland. En toen kwam eigenlijk pas het probleem. Wat was het probleem, Rob? Nou, ik kwam in het militaire hospitaal aan in Utrecht. En na 3-4 maanden pizza's en pasta's eten, zei ik van, nou geef maar een schnitzel en patat. En een pilletje erbij en doe morgen maar de onderzoeken. En toen hebben ze gezien dat de luchtpijp en de slokdarm iets met een bochtje stonden. En dat duidde er dan op dat waarschijnlijk de aorta op springen stond. Dat die geknapt was, maar dat die net zoals een fietsband de binnenband er doorheen kwam, maar niet knapte. En ik hoorde later ook dat er net zoveel druk op staat als op een achterband. Dus maar nu ben ik geen dokter, maar ik denk aan acuut levensgevaar. Op het moment dat die knapt, ben je gewoon reddeloos verloren. Dus dat hebben ze s'nachts om 12 uur ook tegen me gezegd, dat het technisch een hele moeilijke operatie was. Hoe werd dat gezegd, van acuut levensgevaar? Nou, de chirurg die het allemaal onderzocht, die bleek vroeger als dienstplichtige bij mij op het onderdeel gezeten te hebben. En dat was dus gedurende die onderzoeken toch wel oude jongens krentenbrood. En toen 12 uur zei hij een keer tegen mij van, wil je weten wat er boven je hoofd hangt? Ik zei, nou zeg maar, nou zit hij simpel, waarschijnlijk ga je dood. Of als ik je kan redden, dan zit je voor 95% zeker in de rolstoel. Waarschijnlijk ga je dood, dat werd tegen jouw man gezegd dan, ja. Heb je dat ooit serieus genomen? Echt, kan je dat ooit geloven? Nou, eigenlijk niet, want het is natuurlijk een hele grote vechter. Maar toen de arts bij mij kwam en mij hetzelfde zei, van dus 95% kans op een dwarslesie of een hersenbeschadiging, of dat hij het niet zou redden. En dat is toch wel even schrikken, dat kan ik je wel vertellen. Ik zei er heel simpel van. Ik dacht eerst bij mezelf, als het bij me komt, als ze nou maar niet begint te huilen, die dit en dat. Ik ben niet van plan om uit te stappen, dus ik moet daar gewoon doorheen. Dus ik heb heel simpel tegen haar gezegd, en het waren eigenlijk ook de enige woorden. Nee. Ja, jij hebt de pech dat je moet duwen en ik heb de pech dat ik maar moet gaan zitten, maar ik zie je morgen terug. Mijn vader had een keer bypass operaties gehad en ja, die wordt 's morgens geopereerd en 's avonds is het al een beetje aanspreekbaar. Dus die gedachtegang was er bij mij ook. Maar morgen duurde 9 dagen dan. En dat vind ik eigenlijk het meest vervelende, dat ik haar iets beloof en dat dus niet meer nakom. Vind je dat nog vervelender dan het acute levensgevaar dan toen? Ja. We hebben er al eens een paar keer over zitten te praten. Het is nu 8-9 jaar geleden. En ik wist van dat je daarop begon. En dan, ik heb het daar nog het meest moeilijk mee. Niet dat ik doodga. Doodgaan is simpel. Daar lig je niet meer wakker van. Dat is, je gaat de pijp uit op dat moment, om het zo maar te zeggen. Je gaat onder narcose en je komt niet meer bij. Dus als je afscheid wil nemen, is dat de meest makkelijke weg. Maar tegen haar te zeggen, maak je maar geen zorgen. En dan 9 dagen liggen zonder ook maar een seconde tijd te kunnen krijgen om te zeggen, we maken hem geen zorgen, ik kom terug. Bijzondere vent heb je als ik dat zo hoor. Hij is ook wel teruggekomen, dus. En dan kom je na 9 dagen bij, dan word je wakker en dan blijkt de schade toch behoorlijk te zijn. Je bent natuurlijk blij dat je nog leeft, laat ik dat voorstellen. Maar wat zijn dan de lichamelijke gevolgen? Nou, uiteindelijk blijkt dus dat je daar een partiële dwarslesie, een incomplete dwarslesie aan overhoudt. Dat is een van de weinige dingen als iets niet compleet is, wat hartstikke goed is. Maar daardoor kan ik net lopen. Ik mis 1 stemband, die wordt niet meer aangestuurd. Vandaar dat ik af en toe, als er een heleboel lawaai is,
een paar octaven hoger moet om toch ergens nog wat lawaai te kunnen maken. Eén long functioneert bijna niet meer. Ja, dan kom je, omdat je dus, en in feite heb ik alle symptomen van een dwarslesiepatiënt. Je hele onderlichaam staat op de kop, je krijgt allerlei medicijnen ervoor, tot aan Viagra toe. En mensen die zien dat vaak niet aan de buitenkant van je, maar er is dus wezenlijk wel wat in mijn lichaam aan de hand. Ja, en dan noem je een hele trits aan ongemak op, maar dan zie ik je er eigenlijk best heel erg florisant bij zitten. Wat merk je dan in de dagelijkse praktijk van al dat lichamelijk leed? Nou, je leert ermee leven. En ik vind in feite dat ik maar heel weinig handicaps heb, omdat ik ermee heb kunnen leren leven. Doet hij zich nog stoerder voelen dan hij is, Anja? Of is het inderdaad heel makkelijk voor hem om daarmee te leven en om mee om te gaan? Nee, hij zegt altijd 1 keer in de 6 weken is hij ongesteld. En dan heeft hij een weekje dat hij het allemaal even niet ziet zitten en dat hij boos is op de Italiaan die dat veroorzaakt heeft. En voor de rest dan recht hij weer zijn schouders en dan gaat hij gewoon weer verder. Wat nu blijkt hè, is dat jullie inderdaad al zoveel jaren geweldig met elkaar door één deur gaan. Door dik en dun, hoge pieken, diepe dalen hebben meegemaakt. Maar hoe goed kennen jullie elkaar nou eigenlijk? Weet je wat? We gaan gewoon de proef op de som nemen. We gaan hem weer spelen. Trek mijn pak weer aan. De relatiequiz. Okay. En in die quiz, dames en heren, gaat het dus om hoe goed ze elkaar kennen in de relationele sfeer. Want daar zijn we goed in. Dat soort diep psychologische dingen. Hier, kreeg je even een plaatje worst. Pak hem. Heel goed. Rob, daar gaan we. Wat vindt Anja het leukst aan jou? Ieder goed antwoord is 1 punt. Als ze zo leuk vinden mij. Nou, dit is een oneindige reeks, denk ik. Nou, noem eens 1 ding. Het allerleukste. Het allerleukste? Dat ik altijd loop te klooien over. Altijd loop te... Klooien hoor, we gaan kijken. Ik denk zijn avontuurlijke geest. En dat hij altijd wat heeft, altijd wat te doen heeft. Ja, ik denk wel dat je eigenlijk niet hoeft te vervelen bij hem. Is dus niet goed, want het had natuurlijk niks met klooien te maken, dat antwoord, hè? Helaas. Jawel. Jawel. Regel om half goed. Regel om half goed. Plaatje hond voor Horst. Een plaatje Horst voor de hond, moet ik zeggen. Anja. Wat vindt Rob het leukst aan jou? Nou, moet ik dat zeggen over mezelf? Ja, mag. Wat denk je dat hij het leukst aan jou vindt? Niet helpen, hè? Wat zal hij zeggen, dames en heren? De ogen. Dat, de ogen, hoor ik daar oma zeggen? Mijn glimlach. Zijn het je ogen? Ja, is het je lach? Gezelligheid? Ja, gezelligheid? Wel gezellig, maar. We gaan kijken, gezelligheid. Altijd lachen, altijd glinsteringen in de ogen. Dat is het leukste. Nou, hey, lijkt me goed. Ja, lijkt me goed. Ja. Oh ja, plaatje worst voor ons. Gaat hij weer? Ja. Hoe is die hond nog weer? Maxim. Ik vind hem wel een beetje een raar model, hè? Kom maar, vang je! Applaus voor Maxim. Goed, gaan we verder. We stellen een vraag aan Rob. Wat kan Anja niet aan jou uitstaan? Nou, ik krijg iedere week om de huwel dat ik er een stapel kranten heb liggen, dat ik die eens een keer op moet ruimen. Opruimen, laat maar zien. Tony. Ik kan ze niet uitstaan. Ik denk dat dat zal zijn dat hij zijn kranten altijd laat slingeren. Hey, ja. Plaatje worst voor ons al. Wat is de grootste blunder die jij volgens Rob ooit begaan hebt? Dat kan maar 1 blunder wezen. En dat is? Dat ik met hem getrouwd ben, dat zal hij wel zeggen. Mij te trouwen. Goed geantwoord. Dames en heren, gelijke stand, kan niet mooier hier in Huissen. En kijk eens wat er voor prijs binnenkomt. De enige echte, nou, daar zit die hond er weer bij. Hè. Dat is de huiskamer tv-show mini relatietaart. Hij is voor jullie. Dankjewel hoor, leuk. Is dit nou het gezelligste deel van Mouse Village op? Nou, op dit moment waarschijnlijk wel, maar er komen ook zoveel activiteiten dat de rest volgens mij ook gezellig gaat worden. Ja, maar dit is dus echt jullie eigen kroegje, zeg maar, na het werken even gezellig door. Nou, het is ons woonhuis, wat we zo ingericht hebben dat allerlei clubs die Engels-minded zijn, auto, dartclubs, klaverjasclubs, dat die in ons woonhuis eigenlijk
van allerlei activiteiten kunnen ontvangen. Ja. Het is ook tot in de details helemaal Engels en helemaal afstanden, hè? Na dat ongeval wat ik gehad heb en dat ik het idee kreeg van oké, ik kan geen werkplaats meer doen, dan ga ik maar een praathuis maken, ik ga geen geraniums kopen voor achter de vensterbank, maar ik koop een bos riet. Dat leg ik op mijn dak en dan maak ik een Engelse cottage van en een Engels praathuis, een Engelse pub. Maar dat hele perfecte, hè? Dat tot in de details alles af willen werken, Anja, komt dat van jou of is dat van Rob? Eigenlijk van ons allebei. We zijn natuurlijk een beetje grote anglofielen geworden. En eigenlijk al jaren bezig met het verzamelen van al die spullen. Ja, zijn jullie veel in Engeland nog? Nou, een paar keer per jaar toch wel. De vloerbedekking hier beneden hebben wij in Engeland gekocht en over laten komen. En is dat dan puur die bezoeken voor het inrichten van je huis of ook voor de inkoop van spullen voor hier de garage? Beide. In het begin deden we alle inkoop zelf en nu doe je dat met de fax en e-mail. Bestel je dat en dan komt het gewoon vanzelf. Een soort gecombineerde werkreisvakantie, zou ik maar zeggen. Zo is onze vakantie eigenlijk altijd. Ja. Het wordt een werkvakantie. Nou, de grootste inkopen die momenteel gedaan worden voor hier, voor de pub, is volgens mij een dakkoffer vol met speciaal Engels toiletpapier, omdat de bloemetjes op zitten. Dat is hetgene wat jij doet. Ja, dat zo ver gaat het perfectionistisch. Wij zeggen ook, als toiletpapier op, moeten we weer nodig naar Engeland. Ja. Even een paar nieuwe rollen toiletpapier halen. Ja, je kunt het hier niet kopen. Ik moet toch heel even terug naar 1995, hè? De dag waarop jij in Italië die aanrijding kreeg, met alle gevolgen van dien. Zeg eens eerlijk, Rob, was dit allemaal ook ontstaan zonder die aanrijding? Nee. Ik werd toen afgekeurd voor 80-100%, dus ik hoefde niet meer bij Defensie te komen. En vanaf dat moment werd er dus niet meer voor mij gedacht, zoals ze willen zeggen, bij Defensie. Maar kon ik zelf denken en alle creativiteit die ik in mijn hoofd had, gewoon gaan doen. Ja, want iemand die met alle respect dan wordt afgekeurd, hier, zonder dat hij in Defensie zit, die krijgt een uitkeringje. Maar jij bent in feite een soort oorlogsveteraan die daar... Ja, daarom is de uitkering ook heel goed. Ja. En ik ben het diepe maat eigenlijk nog steeds niet mee eens dat je dus gewoon naar huis gestuurd wordt. Ik had dan het voordeel dat ik hiernaast bij de jongens in de winkel neergezet werd. En iedereen die binnenkwam en tegen mij, toen ik in de rolstoel zat, zei wat is jou gebeurd? Dus ik kon van alles van me afpraten. Maar kom je thuis en zit je in een rijtjeswoning, dan zie je nog heel even collega's en mensen zijn veel te druk om contact met je te houden en dan word je moederziel alleen. Maar je bent daarnaast ook voor het geluk geboren, hè? Want jouw allereerste Mini, 20.000 gulden, maar dan kreeg je de garage erbij, dat geld had je niet. En toen begonnen die lottoballen goed te rollen, of hoe zat het ook alweer? Ja, dat is een heel apart verhaal. Ik ging ergens een Mini kopen, die stond in een pandje ergens in Arnhem. En ik kwam met die man in gesprek en hij zat in de auto en hij wou het pand ook kwijt. En toen zei ik van, wat moet je daar voor het pand hebben? Ja, wat hij er voor een paar jaar geleden voor gegeven had, 20.000 gulden, mocht ik het wel hebben? Ik zei, nou, koop pand erbij, want ik vond het een heel grappig pand met een zaanen scheveltje. Dus ik zei dat tegen Anja. Ze zegt, ja, maar... Wat zei je toen, toen je terug was? Nou, ik ben zoiets natuurlijk wel gewend, maar ja, ik zei, hoe ga je dat betalen? Ja. Daar had hij dus een oplossing voor. Ik verkoop wel een paar van die auto's uit de schuur. Maar dat, ja, na een paar weken had ik nog steeds geen actie ondernomen. En toen zei ik van, kom tijd, kom raad. En nog eens een keertje de afspraak bij de notaris verschoven. En toen rolde er in één keer een briefje de bus in. Toen zat ik net bij Defensie op dienst. En toen had ik iets gewonnen in de loterij. Maar ik had een jaar daarvoor al gezegd, ik ga meespelen. Volgens mij ga ik iets winnen. Ja, en hoeveel won je toen? 100.000 gulden. 100.000, toen nog Hollandse guldetjes. Ja. En toen had ik dinsdagsmiddag een afspraak bij de notaris. En ik kom dinsdagmorgen naar het Giro, want toen stond het er net op. Dat geluk heb ik nog nooit, hè? Dat geluk heb ik nog nooit. Nee, maar het geluk was extreem, want hetzelfde weekend had ik 500 gulden in de staatsloterij. Ook nog. En daarna is het triest geworden, ik heb niks meer gewonnen. Maar nu we het toch over geld hebben, Anja, volgens mij, dit doe je niet echt voor het geld, hè? Nee, dat kun je ook niet voor het geld doen, want dat levert het niet op. Maar ja, hij moet toch wat. Hij praat graag, dus voor ons was het de ideale oplossing. Ben je blij dat hij niet zonder zijn Minis kan? Nou, ja, wij doen dat samen, hè? En dan is het altijd leuk. Vandaar dat we zondags ook altijd druk zijn daarmee. Ja, dus wat zijn je ambities, Rob? Later, als je groot bent. Als ik groot ben, later? Ik heb maar één ambitie, gewoon oud worden met diezelfde Miep die nou naast me zit. De bel en dat betekent tijd voor de speciale gasten. Boys, welkom in Huissen. Hey! Hallo! Zij kennen elkaar nog niet, dames en heren, maar dit is de Engelse band Fragments. Ze zijn speciaal ingevlogen, of eigenlijk met de boot zijn ze hier. En ze gaan een nummer spelen. Tim, what's the title of the song? We're going to play a song about Mini Coopers and it's called What a Lovely Car. What a Lovely Car. Live hier in Huissen, Fragment. Hey! Thank you very much!
Robin and your slits, Robin and your slits, drinking in their English bar, fiddling with their English guitar. God bless Mini Coopers and God bless English beer. They've gone and brought a little bit of England over here. Oh, oh, what a lovely car, what a lovely car, what a lovely car. Oh, what a lovely car, what a lovely Mini Cooper. Oh, Robin and your Smiths, Robin and your Smiths, go to England every month, English breakfast, Sunday lunch, driving down to Sainsbury's to get their favourite grub. Stuff the car with Walker's crisps and sell them in the pub. Oh, oh, what a lovely car, what a lovely car, what a lovely car. Oh, what a lovely car, what a lovely Mini Cooper. Solo! Yee-haw! All right. Oh, what a lovely car to do. Blijft hangen dat deuntje, dames en heren, het zit er weer op hier binnen. Misschien dat we stiekem nog even doorgaan tot in de kleine uurtjes met een paar lekkere Engelse biertjes. Als je het niet verder vertellen. Wat vanavond betreft de Huiskamer TV Show, bedankt voor het kijken. En ik ga vast beginnen aan mijn bacon en eggs voor morgen vroeg. Tot volgende week. Dag. What a lovely Mini Cooper. Mini Cooper. Zo direct kunt u bij TV Gelderland weer kijken naar een nieuwe aflevering van De Geschiedenisbus. Want wat is het nou? Is het een vakantiepark? Of is het kunst? Of is het cult? Of is het camp? Nou, wij zijn allemaal kunstenaars die een vakantiepark runnen. Dat is eigenlijk wat we hier doen. En ja. Dus het is wel degelijk een vakantiepark, maar aangezien het door kunstenaars gerund wordt, is het dus ook kunst. Ja. Goede schoenen. Ja, die maakt hij ook zelf. Ja, ik doe alles om een slof hier in het Leisure Resort, hoor. Hallo. Hallo. Het ziet er goed decadent uit, hoor. Ja, hè? Niet te? Ja, ik weet niet hoe het thuis overkomt, maar het is wel een... Het geeft wel een decadent gevoel, hè. Nou, wel lekker, toch? Ja, heerlijk. En wijn. Als u een auto koopt, wilt u toch ook een goede deal? Dat kan bij Tony Keizers Auto's in Apeldoorn. Want we leveren niet alleen occasions, maar vooral zekerheid. Keuze uit ruim 400 betrouwbare auto's met bovengarantie en nationale autopas. Een verscheidenheid in modellen en prijzen. Tony Keizers Auto's in Apeldoorn. Al 50 jaar de leverancier van kwaliteitsoccasions. Aanstaand weekend koopzondag geopend. Werk je met mensen met een verstandelijke handicap? En zoek je als niveau 4 gediplomeerd begeleider een nieuwe werkomgeving? ASVZ Zuidwest en Fatima hebben die uitdagende baan. Op de woon-werklocatie Lingebolder in Leerdam en op diverse locaties in de omgeving van Beel. Bel tijdens kantooruren 0620 594 777. Aanstaand weekend koopzondag geopend. Tony Keizers Auto's in Apeldoorn. Je wilt een unieke badkamer. Met fraaie tegels. Een luxe stoomcabine. En een heerlijke whirlpool. Maar je wilt ook een comfortabele haard. Met een natuurstenen schouw. Hoeveel zaken moet je dan wel niet langs? Eentje. Nou ja, eentje. Eigenlijk twee. De Home Garden Shop in Gent en de Home Garden Shop in Terborg.
heb een tante in Indonesië en die bel ik nogal regelmatig, want tegenwoordig is dat helemaal niet zo duur. Want voor 13 cent per minuut bel ik al per satelliet naar Bandung. En dat was vroeger nog wel anders, want zo'n 80 jaar geleden ging dat eerst met telegrafie en later met telefonie per radiofrequentie. Was trouwens heel duur destijds. Voor 33 gulden kon je 3 minuten bellen met Indonesië. Nou, dat was veel geld, want dat was ongeveer een week salaris voor een modale werknemer. Hij gaat over. Hé, hey, tante Lien! Met Marlies! Ja, goed! En met jullie? Ja, nee, hier is het heel erg koud. Kleine moedertje stond vegen op het telegraafkantoor. En vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan het ontscheef Bandoel. Voordat de telefoon er was, communiceerde Nederland met haar openzeese gebieden via telegrafie, via morsetekens. En dat kon omdat er over de hele wereld heen, over land en dwars door zee, grote kabels lagen die de morsetekens konden versturen. Nou was het zo dat die kabels natuurlijk een beetje sabotagegevoelig waren. En dat was in de Eerste Wereldoorlog een beetje een probleem. De Nederlandse regering besloot daarom om daarna te gaan proberen of er ook gecommuniceerd kon worden via de lange golf. De techniek was inmiddels gegroeid, het was technisch mogelijk, alleen waren er sterke zendinstallaties voor nodig. En dat was de reden dat ze besloten om Radio Kootwijk te bouwen. En in 1923 ging Radio Kootwijk dan ook in bedrijf. Dag meneer Van den Berg, goedemorgen. U heeft hier gewerkt, ja? Niet in 1923, want toen werd u geboren. Toen werd ik geboren. Maar vanaf 1943? 1943 tot 1984. En u bent begonnen als leerlingmonteur? Leerlingmonteur, ja. En hoe bent u geëindigd? Chef zendmiddelen, radioverkeer. Dus, waarom was het nou juist Kootwijk waar deze installatie gebouwd werd? Nou, de radiotechniek die was toen zover, dus ze zijn nou voor de lange golf. Dat was het eerste waar men mee begonnen is. En voor een lange golf heb je een grote antenne nodig en een groot terrein. En dat was hier midden op de Veluwe. In het beginsel werd er alleen getelegrafeerd. Ja. Maar vanaf welk moment kon je nou echt ook daadwerkelijk telefoneren via Kootwijk? In 1928 was hier een korte golfzender gereed. 30 kilowatt als ik het goed begrijp of goed weet. En daarmee kon men toen is de verbinding met de telefonieverbinding met de toenmalige Bandung, daar is mee begonnen. Zullen we even naar binnen gaan? Ja. Ik ben een beetje nieuwsgierig geworden. Het is een prachtig gebouw. Ja. Heel mooi. Het is Amsterdamse stijl. Ja, nou dat is nu ook direct toch? Van Staatsbosbeheer kreeg de PTT 450 hectare grond ter beschikking. Men kon nu dus gaan beginnen met de bouw van een zendstation. Maar eerst moest er 500.000 kubieke meter veluwzand geëgaliseerd worden. En daarvoor werden 150 grondwerkers ingeschakeld, voornamelijk Amsterdamse werklozen. Bij Telefunken in Duitsland werd een 400 kilowatt telegrafiezender besteld, die later Lange Gerrit genoemd zou worden. Met Radio Kootwijk kreeg Nederland een van de eerste grote internationale zendstations voor telegrafie. En op 5 mei 1923 werd Radio Kootwijk officieel in bedrijf gesteld als openbare telegraafdienst. Het eerste officiële telefoongesprek via Radio Kootwijk vond plaats op 7 januari 1929. Koningin Emma belde toen naar Bandung en sprak met de echtgenote van de gouverneur-generaal van het toenmalig Nederlands-Indië, 12.000 kilometer verderop. Rondom het zendstation op de Veluwe ontstond een piepklein dorpje, Radio Kootwijk. Voor alle werknemers van het zendstation was het verplicht om zich hier te vestigen. Ja. Wat immens. Het is een hele grote zaal, maar u moet zeggen, u staat hier eigenlijk in de hoes van de allereerste zender, die machinezender die door Telefunken hier geleverd is. En dit gebouw paste er dus precies omheen. Die grote machines die stonden daar achter in de zaal. En dan had je hier tussen de bedieningslessenaar en de frequentietransformatoren. En dan daar in de toren, daar stond de antennespoel.
die dus voor de antenneaanpassing zorgde, naar de grote paraplu-achtige antenne hierboven, die hierboven hing. En in zo'nzelfde netwerk lag hier in de grond, tot aan de bosrand toe, lagen allemaal straalsgewijs koperdraden om die grond een beetje geleidbaarder te maken. Het is nauwelijks meer voor te stellen als je nee, het is, het was een hele bijzondere installatie. En hierboven hing dus ongeveer 200 meter hoog, hing dus een soort paraplu-antenne die in de midden gevoed werd door die zender. Maar het is nu helemaal stil. Ja. Dat was het toen niet, hè? Toen die machinezender, toen ik hier kwam, draaide die machinezender nog en dan konden wij elkaar nauwelijks zo verstaan. Zo'n herrie was het hier. Dus dan stonden hier achter in de zaal voor het raam, stonden grote pneumatische relais. U moet zich voorstellen, koperen vuisten die zo, boem, ineens op elkaar kwamen. En dat gaf natuurlijk enorme klap in het ritme van die muizentekens. Hoeveel mensen werkten er toen voor Radio Koperwijk? Nou, op dat moment weet ik het niet precies, maar in zo'n beetje in de top hadden wij hier ongeveer 250 mensen op dit terrein werken. Uiteraard niet allemaal in de radiotechniek, want er was ook een afdeling onderhoud terreinen, maar ook een vrij grote afdeling antenne bouw en onderhoud die hier gevestigd was. Werd Radio Koperwijk nou met name gebruikt voor regeringsdoeleinden of ook wel die particulier? Nou, het was voornamelijk gewoon, zoals het telefoonverkeer in Nederland ook was, was het ook naar Indonesië, Nederlands-Indië toen. En die regering moest natuurlijk daar ook wel gebruik van maken. Er waren kabelverbindingen die wat minder betrouwbaar waren. En de radio was natuurlijk onafhankelijk van tussenliggende landen. En vooral tijdens de politionele acties is er dus ook door de regering veel gebruik van gemaakt van de installatie. Ja, het is hier nu helemaal leeg en verlaten, maar op het terrein zijn ergens nog wel een paar mensen aan het werk. En dat zijn de straalverbinders. Nou, ik ben een van de weinigen die hier zijn 25-jarig jubileum heeft mogen vieren. En ik zit hier nu, ik ga het 28e jaar in. We zijn hier op Radio Koperwijk in gebouw F. Het voormalig korte golfzendstation van de toenmalige PTT. Straalverbindingen, daar waar wij werken, dat zijn dus verbindingen die ook met radiotechniek te maken hebben, maar als een soort pijpleiding of een dunne gebundelde straal van punt naar punt gebracht kunnen worden. Televisiebeelden, die zenders die dat uitstralen, die worden allemaal met straalverbindingen van de beelden voorzien. Denk ook aan het gsm gebeuren, de transporten tussen al die basisstations. En ook kunnen we straalverbindingen gebruiken voor telefooncentrales, grote telefooncentrales met elkaar te verbinden. De straalverbinding die hier zo staat, die is zojuist door mij, zonder het eigenlijk bewust te weten, gebruikt om een e-mail te versturen. De e-mail welke ik zojuist geschreven heb. Dit soort straalverbindingen zijn dus voor de kleinere capaciteiten. En kleinere capaciteiten, dat is onder andere wat wij dan ook noemen, een voetbalreportage. Hier in onze reparatieafdeling hebben wij de apparatuur staan zoals deze ook in het land staat. We kunnen daar dan proeven nemen. En defecten zoals die in het land geconstateerd zijn, kunnen we hier weer simuleren en proberen te repareren. Bijvoorbeeld deze eenheid die is met een defect teruggekomen uit het land. Heeft dus ergens in een straalverbindingsstation gefunctioneerd, maar niet naar behoren. Dan gaan we deze dus hier even plaatsen en kijken we of we die fout eruit kunnen krijgen. Hier zijn we in de ruimte waar de te repareren onderdelen liggen. En hier gaan we naar de kelder, noemen we dit. Daar liggen de gerepareerde onderdelen. Deze liggen te wachten op inzet in het land. We gaan Koperwijk na 30 jaar prettig gebruikt hebben, gaan we verlaten. En we zullen dit toch wel een beetje als een soort spijt in het hart achterlaten. Kijk, de oude foto's.
zendgebouw met één der masten op de achtergrond. Dat is prachtig. Ja. Schitterend. Heb je ook een foto van jezelf als klein kind? Kind, jazeker. Dan moeten we even iets verder bladeren. Kijk. Dat is schattig. Dit is een foto van Kobe de Haan. Hier wat ouder, maar hier als baby. Je bent geboren in Radio Kootwijk. Geboren en getogen in Radio Kootwijk. Ja. Nooit ergens anders gewoond? Nee, ik heb nooit ergens anders gewoond. En ik zou ook niet weten hoe het was om ergens anders te wonen. Hoe is dit dorpje vroeger ontstaan? Toen hier het terrein, dus laat ik maar zeggen, toen hier dat PTT hier begon met de bouw van de masten en de gebouwen, kwam men al spoedig tot de ontdekking dat de mensen die daar moesten werken, hier ook moesten wonen, omdat de storing dus eigenlijk heel veel geld kostte en woonden de mensen dan elders, die bijvoorbeeld de zenders moesten bedienen, dan zou dat veel te veel tijd vergen. En toen is men begonnen met de bouw van een dorp voor de werknemers die hier per se moesten wonen. Wanneer werd het allereerste huis hier gebouwd? 1923. Toen werden er dus de eerste 6 woningen neergezet voor de... Maar voor die tijd, toen die 150 Amsterdamse werklozen die hier het terrein hebben geëgaliseerd, toen die weg waren, kwamen die barakken leeg. En toen mochten mijn vader en moeder mochten in een van die barakken wonen. Ook andere mensen, ook een stuk of 3-4 andere gezinnen. Je bent nooit weggegaan hier uit Radio Kootwijk. Ben je ook getrouwd met iemand van hier? Nee, niet met iemand van hier. Wel van iemand uit Friesland, maar die hier ook is komen werken. Na 7 jaar verkering zijn we getrouwd. En ik ben hier altijd blijven wonen en ook mijn kinderen zijn hier geboren. Heb je hem hier altijd los? Kijk, dit zijn nu de eerste huizen die hier zijn gebouwd. In Radio Kootwijk? Ja, in Radio Kootwijk. Ben je hier ook geboren? Ik ben niet in een van deze woningen geboren, maar ik ben op nummer 42 geboren en die woningen zijn later gebouwd. En waar is dat? Is dat dan moeten we een klein eindje verder. Zullen we daar naartoe lopen? Ja, lijkt me goed. Oké. Ga mee, Remy. Kom maar. Ga je gezellig mee, hè? Ja. Kijk, dus hier heb je nummer 42 en hier ben ik geboren. Wat een schattig huisje. Het lijkt niet zo groot. Nou, het is van binnen redelijk groot hoor, dat valt echt mee, want je hebt er ook een keuken en een bijkeuken achter en dan nog een achtertuin, dus wat dat betreft, wij hadden ruimte genoeg. Hoeveel mensen woonden er destijds in Radio Kootwijk? Ik schat ongeveer 130, 140 en toen hadden de mensen dus gewoon veel meer kinderen dan nu. Ja. En ze werkten ook allemaal voor Radio Kootwijk? Iedereen die hier woonde werkte bij de PTT op Radio Kootwijk. Maar dat leidde natuurlijk tot, op verjaardagsfeestjes altijd dezelfde gesprekken. Ja, als de mannen elkaar troffen, werd er altijd over PTT gesproken natuurlijk. Was er destijds ook wel wat te doen in Radio Kootwijk? We hadden een heel druk verenigingsleven. We hadden een dames en heren kegelclub, we hadden een tennisbaan, tafeltennis. We hadden biljart, volleybal, toneel. Je kon niet zo gek praktiseren of we hadden het hier. Delta Radio die was van plan om een popzender hier neer te gaan zetten op 171 kHz in de richting van Engeland, Benelux, met 10 megawatt. Toen is dus Platform Kootwijk ontstaan eigenlijk. Heel spontaan van mensen uit de omgeving die zich ernstige zorgen maakten. Als deze zender operationeel zou worden, dan zouden we last krijgen van een aantal zaken. Nou, we hebben de acties gevoerd op 3 aspecten. Economische schade die zou ontstaan, dat wil zeggen storingen op apparatuur. Storing die zeer moeilijk dan niet verholpen zou kunnen worden.
De sterke straling zou invloed hebben op onze gezondheid. En de hele zender met de 340 meter hoge masten zou het milieu aantasten hier op de ecologische hoofdstructuur van de Veluwe. We waren geen beroepsactievoerders, dus dat was allemaal voor het eerst. En door de omstandigheden zijn we er met z'n tweeën in betrokken geraakt. En dat is, dat heeft een enorme band geschept. Het gevaar daarvan is, of het gevaar, maar het gevolg moet ik zeggen, dat je eigenlijk dag en nacht ermee bezig was. De acties, zoals mijn vrouw en ik die van hieruit gecoördineerd en beleefd hebben, waren spannende tijden. Het was leuk als koppel dit te doen. En vooral ook omdat wat de een vergat, daar dacht de ander weer aan. En zo vulde je elkaar aan. Geen masten op Radio Kootwijk. Dat was de slogan die we de hele periode door steeds weer voor onszelf ook naar boven haalden. Dat was onze core business. De bouw van 435 meter hoge zendmasten in Radio Kootwijk is definitief van de baan. Dat zegt de gemeente Apeldoorn. De Raad van State stelt namelijk dat Apeldoorn terecht een vergunning voor de masten heeft geweigerd. De Engelse zender Delta Radio probeert al sinds 1996 in Radio Kootwijk zendmasten te bouwen. De krachtige radiostralen zouden volgens tegenstanders leiden tot gezondheidsklachten. Het resultaat van al onze acties is dat die masten hier niet gekomen zijn. En ook geen zender. En ook in de toekomst zal dat niet gebeuren. Inmiddels heeft men zoveel door dat hier geen gebied is waarvoor sterke zenders noodzakelijk zijn. En dat was een grandioze overwinning natuurlijk. Hè? Dat is iets geweldigs geweest. Ja. Martin Nieuwenhuizen is de laatste manager geweest van Radio Kootwijk en hij was juist een groot voorstander van de radiozender. Zijn kantoor, zijn oude kantoor, zit hier helemaal achter in de gang. Dag meneer Nieuwenhuizen. Goedemorgen. U zit er nog achter het bureau. Ja, we zitten erop. Ja. En de telefoon, doet hij het nog? Nee, even kijken. Nee. Dood, hè? Ook die is al dood. Toch had het hier nog heel bedrijvig kunnen zijn. Met Radio Delta, met die enorme zendmassen. Had gekund. Was ook mijn wens geweest. Maar het is niet gebeurd. Het is anders beschikt. Men heeft zich daar in het groot tegen verzet. En we hebben dat. Waarom was u er zo voor? Het had het voortbestaan van het radiostation voor een groot aantal jaren sowieso gegarandeerd. Na de hoogtijjaren, eind jaren 50, veranderde er nogal wat met de komst van satellieten en Atlantische verbindingen. Kabelverbindingen, ja. Ja. Klopt, ja. Het werd dus hier een stuk minder. Het werd een stuk minder, absoluut, ja. Het zenderbouwbedrijf wat hier was, dat sloot. Want er was geen vraag meer naar zenders. En je ziet dan toch weer een klein beetje een redding. Want de scheepvaart vroeg om meer mogelijkheden om te kunnen communiceren over langere afstand. Nou, op ons andere station in Scheveningen kon dat niet, dat was te klein. Dus Kootwijk was de aangewezen plaats om dat te doen. En tot hoe lang langzamerhand dat nemen we dan scheepvaartverbindingen over op Kootwijk en wordt het een maritiem zendstation. Dat liep in de tachtiger jaren, begin tachtiger jaren, zie je dat ook dat begint terug te lopen. Ook alweer ten gevolge van technische ontwikkeling. Er komen maritieme satellieten die met de schepen kunnen communiceren. Dat net breidt zich snel uit. Die apparatuur daarvoor wordt steeds goedkoper, steeds meer schepen krijgen het. En dan zie je hier, zie je in die tachtiger jaren, zie je dat verkeer teruglopen. Wanneer wist u van er is gewoon geen toekomst meer voor Radio Kootwijk? Nou, dat is zo in 1990 heb ik wel eens gezegd, 2000 halen we niet meer. En ik heb gelijk gehad. Met één druk op de noodknop kwam er vandaag een einde aan 75 jaar zender Radio Kootwijk op de Veluwe. Het zenderpark werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht om het contact met Nederlands-Indië te verbeteren. Maar met de komst van de satelliet is Radio Kootwijk nu overbodig geworden. Nog één keer konden ze in het zendergebouw bijeenkomen om te praten over Radio Kootwijk. Met nog twee mensen in dienst waren het vooral oud-werknemers die getuigen waren van de laatste berichten. Maar daarbij liet de moderne satelliettechniek het afweten. De laatste scheepvaartberichten vanuit Scheveningen waren in Radio Kootwijk wel te zien, maar niet te horen. Toen in Scheveningen het laatste bericht was verstuurd, verplaatste de aandacht zich naar Radio Kootwijk. Aan mij is het twijfelachtig om na 75 jaar het station plat te leggen. Ik vind dat bijzonder jammer. Doe het met pijn in mijn hart na 35 jaar scheepvaartradio.
maar we kunnen de techniek ook niet tegenhouden. Bij deze sluit ik het radiostation Kootwijk voorgoed. Op 31 december 1998 om 16:27 heb ik de hoofdschakelaar omgedraaid en was het afgelopen met Radio Kootwijk. Hoe voelt dat? Pijn, verdriet, erg jammer. Radio Kootwijk is in 1919-1922 gebouwd naar ontwerp van architect Julius Maria Luttmann. En het bijzondere van het gebouw is dat het eigenlijk alleen op dat moment zo had kunnen worden ontworpen. Het is de stand van de radiotechniek in die tijd, de stand van de betontechniek in die tijd en de typische ontwikkelingen van de architectuur in die tijd. De keuze voor het beton was bepaald door problemen die men in Duitsland ondervonden had. En men werkte samen met Duitse technici van de firma Telefunken. En die Duitse technici hadden in een zendstation bij Berlijn ontdekt dat hout in ieder geval helemaal niet het geschikte materiaal was. Ze hadden een houten barak met spijkers in elkaar getimmerd gemaakt voor hun eerste experimenten. En al na een half uurtje zenden begon het gebouw aan alle kanten tegelijk te branden. Die catastrofe was zo erg dat ze onmiddellijk besloten om een stenen zendgebouw neer te zetten. Maar steen bleek toch ook geen ideaal materiaal te zijn. Want in een stenen gebouw heb je toch altijd nog heel veel ijzer nodig voor de overspanning van de hallen, de kappen, de draagconstructies. En uiteindelijk heeft men vanuit Duitsland aangeraden om beton te kiezen. En het idee daarvoor was dat beton, als je dat met niet al te veel wapeningsijzer maakt, dat dat uiteindelijk dan de meest gunstige constructie zou zijn voor zo'n zendgebouw. Maar uiteindelijk, toen die toren klaar was, toen bleek dat de antenneleidingen door de toren van het zendgebouw toch zoveel straling gaven dat het gebouw ging gloeien, dat er stukken uit de toren sprongen en dat er toch nog weer een aanpassing nodig was. Toen hebben ze de hele toren van binnen met koper bekleed. Boven het rondboogvenster in de achtergevel is een sculptuur te zien. De adelaar symboliseert de vlucht van het geluid en zo noemde de kunstenaar het ook. Alleen is het merkwaardig, want in 1920 was er nog helemaal geen vlucht van het geluid. Het waren telegrafiesignalen, punten en strepen die in het apparaat in Indië werden opgevangen. Dus de titel is eigenlijk een beetje vooruitlopend op de latere functie van het gebouw. Toen er radiotelefonie kwam en mensen vanuit Nederland telefoongesprekken konden gaan voeren met familie in Indië. En toen was het, toen u op de knop drukte, in één keer stil. Doodstil. En dat is een heel raar geluid. Stilte is een raar geluid. Als je hier tientallen jaren hebt rondgelopen in het ontzettende lawaai van eigenlijk de koeling van de zenders, wat een hele berg ventilatoren was bij elkaar, en die toch qua geluidsniveau toch bijna tegen het maximaal zaten. Die waren nooit stil geweest? Die waren nooit stil geweest. Ja, zo af en toe één, maar het was hier nooit stil geweest, want het bedrijf moest natuurlijk 24 uur per dag draaien. En dan druk je zo'n knop op het moment suprême en dan wordt het doodstil. En dat is een heel raar geluid. En dan besef je eigenlijk pas, ja, dit was het dan. En nou is het helemaal leeg. En er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor Radio Kootwijk. Wat hoopt u nou dat het wordt? Ja, nou als oud-manager van het radiostation natuurlijk weer een bestemming in de zin van radio. Ik zou het liefst weer een mooi radiostation zien groeien. Maar dat is helaas niet meer haalbaar, vrees ik. En wat dan wel? Nou, dan denk ik aan een museale functie. We hebben allemaal kunnen lezen in de krant dat Gruller Müller toch wel zijn vingers heeft uitgestrekt, interesse getoond. En ja, wie weet is dat en lijkt mij ook wel een hele mooie oplossing. Ja. Nou, het is nog niet helemaal zeker, maar ik kan er wel een voorstelling mee maken. Als die kunst hier straks hangt, dan gaan we er mooi naar kijken, toch? Tot volgende week. Kun je voorstellen dat je daar gewoon zo op die muren wat van Goghje hier en daar? Ja, er is heel wat van te maken. Je zou er zelfs nog zo'n hele vloer in kunnen leggen. Ja, is dat niet zo? Weet ik niet. Ja, maar het museum zit natuurlijk vooruit. Dus dat is daar beperkt. Ja.
Achter elk raam van een woonhuis zit een verhaal. Zo direct kunt u kijken naar de Huiskamer TV-show, waarin Erik Schuurman weer een Gelderse huiskamer bezoekt. Daarna kunt u kijken naar De Geschiedenisbus, het cultuurhistorische programma van TV Gelderland, met reportages over lang vervlogen tijden. De presentatie is in handen van Marlies Klaassen. Morgen kunt u bij TV Gelderland kijken naar De Bewoners Van, met Angelique Kruger, en gaat Rob Zandvoort weer op zoek naar kunst en curiosa in Schatgraven. Heeft u thuis ook zo'n mooie vis en u weet niet hoe oud die is en u weet ook niet wie het gemaakt heeft en u kent ook de waarde niet? Dan komt dan naar een taxatiedag van het programma Schatgraven van TV Gelderland en wel op zondag 9 november. U bent dan welkom hier in café-restaurant De Gouden Karper in Hummelo tussen 's ochtends 11 uur en 's middags 4 uur met kunst, antiek, curiosa, wat u maar mee zou willen nemen, maar wat natuurlijk wel oud moet zijn. Want je weet toch maar nooit wat voor kunstschatten je thuis hebt. En deze is niet van goud, hoor. Dat weet u. Ook vinden bij Via Via op TV Gelderland Teletext vanaf pagina 800. En hebben we alles? Kaart. Check. Nederland. Check. Verrekijker. Check. Kom. Ja, wie op keukenjacht gaat bij Scheffer Keukens, kan zich het beste maar heel goed voorbereiden. Want met meer dan 100 opstellingen van kwaliteitsmerken wordt een keuken kiezen bij Scheffer Keukens een formidabele ontdekkingsreis. Beleef de keuze van Scheffer Keukens. Uit Zelhem. U hoort het. U ziet het. U wilt iets doen. Kindermishandeling. Misschien bent u er niet zeker van. Misschien voelt u zich machteloos. Advies en meldpunt kindermishandeling 0900 123 1230. Op zoek naar een betrouwbare occasion bij u in de buurt? Ga naar geldermandopwielen.nl. Voor alle soorten personenauto's, bestelauto's, motorfietsen en caravans, geldermandopwielen.nl. Ook op teletext bij RTV Gelderland. Actie! Bij Keukencentrum Actie, Frank en Eng 17e in Ede. Vindt u complete kwaliteitskeukens in alle soorten, maten, kleuren en prijsklassen. Maar ook voor losse inbouwapparatuur. Keukencentrum Actie, Frank en Eng 17e in Ede. Jongens, maak ik er al uit.
soepel naar de drie. Oh. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de Huiskamer TV Show. Vanavond helemaal een Engelse sfeer. Hè? Ik zit hier in de enige echte opvolger van die Franse lelijke eend. U kent hem wel. Af en toe ziet u ze nog rijden. Die Engelse Mini. En die Mini, dat is ook de auto van onze hoofdrolspelers van vanavond. Rob en Anja Smits in Huissen. En die Mini is voor hen een manier van leven. Als je dat niet gewend bent, dan zo'n ding is het even wennen. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Mouse Village, het domein van de hoofdrolspelers van vanavond, Rob en Anja Smits. Zullen we naar binnen gaan, jongens? Ja, komt u maar. Wakker worden. Wakker worden. Geef eens even een kusje. Gefeliciteerd met je kleinzoon. Het is niet zo mooi weer vandaag. En dat nog wel op de verjaardag van je kleinzoon Rob. In een Engelse cottage in Latum worden Rob en Anja wakker. Hier is het ook waar ze ontbijten. Een Engelse sfeer is in het hele huis aanwezig. Rob, heb je de tafel al gedekt? Kijk, dat zijn echte Engelse wasjes. Niets. Heb je heel veel dorst? Valt dat toch wel mee? Een echt English breakfast dus. En ook aan hun gedekte tafel is werkelijk alles Engels. Behalve het eten, het servies, het bestek en de koffiepot. Ja, dat kan niet anders. Die komt ook uit Engeland. Heb je alles? Ja. Na het ochtendritueel met dat heerlijke ontbijtje vertrekken Rob en Anja vanuit Latum naar hun tweede huis. Het staat in Huissen. Daar hebben ze jaren gewoond, maar dat huis is inmiddels omgebouwd tot garage, pub, winkel en ontmoetingscentrum voor minifans. Zo decadent dat overdag zijn we gewoon thuis. En s'avonds gaan we naar ons buitenhuis. Wij voelen ook nog dat dit ons huis is. Later heb ik geen binding, hier wel. Ook hier is alles Engels. Tot in het kleinste kamertje aan toe. Nou, de wc-papier, dat is een hobby van mijn vrouw. Die haalt ze uit Engeland. En waarom? Omdat er bloemetjes op zitten. Die kun je dus in Nederland helemaal niet krijgen. En hoeveel neem je dan mee als je gaat boodschappen doen? Een dakkoffer vol. Daar dat die pub, die technische informatiepub, ook vrouwvriendelijk gemaakt heb. Er zijn zoveel dames die zeggen van, oh, moet je kijken, bloemetjes toiletpapier. Mannen valt het niet op. Teeltjes heb ik uit Engeland meegebracht. Bloemetjes op de pot. Via de achterkant van de pub gaan we naar de garage, ofwel de workshop. Meteen daaraan vast zit de onderdelenshop, waar het vaak hartstikke druk is met liefhebbers van de Mini. Anja staat er heel regelmatig achter de balie. Moet je wel even klokken, hè? Want anders dan weten we het niet meer hoe laat we thuis zijn. Het is goed, Hyacinth. 19:15. Dat voor mij al. Goedenavond allemaal. Hallo, 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 hallo. Hartelijk welkom nogmaals. Dat is mooi, Rob en Anja zijn goed gedresseerd, want ze gaan al direct naar hun plek achter de bar. Dat wilde ik er net gaan vragen. Schenk even wat lekkers in voor de mensen hier. Dan ga ik ondertussen stiekem even lekker over Rob en Anja roddelen. En dat doen we eerst met Chantal. Oh. Dag. Hallo. Hoe is het? Ja, prima. Ja? Hartstikke gezellig hier. Chantal, huisvriendin, mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het onderhand wel zeggen. Ik ben al 20 jaar bevriend met een dochter, Babies. Ja, een dikke vriendinne. Ja. Kleine tussenstop van 3 jaar en verder ben kind aan huis. Wat was dat dan voor tussenstop? Een beetje een meningsverschilletje. Maar het is bijgelegd? Het is helemaal bijgelegd. Echte zeker weten. Dus. Ja, ja, allebei naar moeder. Dus toch ook weer een andere fase. Ja, ja. Heel erg leuk. Ik heb een vraagje over Rob en Anja. Ja. Over Rob met name. Als Rob nou zou moeten kiezen tussen de mooiste Mini van de hele wereld, ja, of Anja? Anja. Daar zijn we het allemaal mee eens hier, hoor ik. Hè? Ja, ja, dat is een makkelijke keuze. Ja, ja. Dankjewel.
Veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En de naam viel al even. Babies, die zit hier met haar dochtertje. Ja. Aan de overkant van de tafel. Hi. Hi, kun je iets dichterbij komen, Babies? Dan kunnen we je ook verstaan. Ik hoop alleen niet dat zij de microfoon beet gaat pakken. Nou, daar komen we snel van achter. Dat zal wel lukken, toch? Luister, wat voor vader en moeder heb jij? Ik heb een hele lieve moeder, heel erg zorgzaam. En mijn vader is altijd gek. Ik zei vroeger altijd als vriendinnen op bezoek kwamen, let maar niet op mijn vader, want die is zo gek als een deur. En dat is gaat hij al. Die wil ook wat zeggen, zie je dat? Happen naar de koek, hè? Happen naar de koek, ja, ja. Nou, zij zou zeggen, opa is knettergek. Maar nee, echt waar. Die altijd al zo geweest. Dat is echt iets typerends voor mijn vader. Nu heb ik jouw vader ook gevraagd van wat hij dan van jou vond. Nou, dan ben ik heel benieuwd naar. Hij zei, ik kan niet met haar, maar ik kan ook niet zonder haar. Nee, inderdaad. We hebben ooit een keer... het is gelukt om een keer 2 weken niet met elkaar te praten. En alle communicatie ging via mijn moeder. En wie is dat het meest eigenwijs van jullie? Ik denk ik. Oké. Dat is in ieder geval eerlijk. Nee, ik denk allebei evenveel. We hebben echt karakters wat heel veel op elkaar lijkt. Wij zitten hier in Huissen, in Mouse Village, maar ze wonen eigenlijk in Latem, hè? Ja, maar als ze nou zouden moeten kiezen, als ze echt wat te kiezen hadden tussen het wonen in Latem of het wonen in Huissen, wat zouden ze dan kiezen? Ik denk Latem. Toch Latem? Ja. Lekker blijven zitten aan die mooie plas daar. Ja, ik hoor mijn vader en moeder heel vaak zeggen, er is geen mooiere plek op de aardbol als deze. Dus ik denk dat dat de woorden zijn die hun altijd zeggen. Hoe heet je dochtertje? Aimee. Spijn is zo mooi als zijn moeder al. Oh, dankjewel. Dames en heren, de namen zijn al veel gevallen, Rob en Anja, en dit zijn ze in het echt. Te zijn. Wat was jouw probleem? Anja, ik heb wat meegenomen. Ja. Do you have any mini? Yeah. Are you an English car lover? All kind of English cars. Rob Smits groeit op in de wijk Geitenkamp in Arnhem. Rob heeft 1 broer en 1 zus en zijn vader was militair bij de luchtmacht. Als baby vertoont Rob al enige gelijkenis met een Engelse gentleman. Om over te zetten. Je zit hier naar die. Ook Anja komt van de Geitenkamp. Zij heeft 2 broers en 1 zus. Broer Jan gaat wielrennen en als Anja meegaat, ontmoet ze daar op 17-jarige leeftijd Rob. Ik had hem dus al wel een keer gezien vanuit de verte. En ik dacht van nou, dat moet hij toch wel wezen. Jawel. Hij dacht misschien niet zo, maar dat was wel. Nou, het beste kan ik daar Rob even verroepen, want die weet er toch het meeste van. 2 kinderen kregen ze, Rowan en Babiche. En inmiddels zijn ze zelf de trotse opa en oma. Babiche heeft een wolk van een dochter. En ook Rowan is inmiddels vader. Rob heeft 27 jaar gewerkt voor Defensie. Maar die legermentaliteit paste hem niet zo goed. In dienst heb ik wel eens gemerkt, als ik probeerde me te veranderen qua mentaliteit, ook qua instelling. Maar als jij in een bepaald harnas geboren bent, gewoon je bepaalde karaktereigenschappen, moet je nooit in een ander harnas gaan lopen, want dan word je helemaal gek. Ondertussen had Rob al jaren liefde voor minis en die liefde nam steeds hevige vormen aan. Mouse Village is nu zijn eigen realiteit en zowel Anja als Rob leggen hier hun hele hart en ziel in. Aan de voorkant. En behalve de liefde voor de mini, is ook de liefde voor elkaar in al die jaren alleen maar gegroeid. We zijn nog steeds heftig verliefd op elkaar, maar dat weet ook de hele familie. Ik zit regelmatig bij haar in de auto. Ik wil mijn glimlach zeggen, weet je, dat ik gewoon blinders in mijn buik heb nog. En wat het dan is, ik denk dat het zelfs nog erger is dat het met een goede jongen is. Tweede Paasdag 1995, de dag waarop jullie leven een dramatische andere wending kreeg. Rob, want wat gebeurde er toen precies? Nou, ik was uitgezonden voor Defensie, voor de luchtmacht, naar Zuid-Italië. Daar zat een radarstation en daar was ik geplaatst voor de vliegbewegingen boven dat gebied dan. En ik zat eerst in instantie in een hotel. Ik had Anja meegenomen met haar auto, de mini cabrio. Even later zat ik in een woonhuis, omdat er zoveel Amerikanen kwamen. Die konden dan op mijn kamer, want dan stoppen ze er meer op als in Nederlander. En toen wilde ik op tweede paasdag van de woning naar het hotel. En toen kwam er ergens een bezopen Italiaan een boog door. En die kwam aan mijn kant de auto binnenrijden. En ik eindigde bij Anja op schoot. Met aan de ene kant alle ribben kapot en de been gebroken.
Dat klinkt aan jou niet heel erg dramatisch nog, maar nam al vrij snel een andere wending. Want hoe ging dat verder? Nou, op het moment dat hij dus bewusteloos op mijn schoot lag en wij hem dus voorzichtig bijgebracht hadden, deed hij zijn ogen los en zei tegen mij, ik hou van jou, maar ik zit links helemaal in elkaar. En dat klopte uiteindelijk ook. Dat hebben ze in Italië niet ontdekt. Wel dat hij dus 7 gebroken ribben had en een gebroken been. Dag daarna hebben ze hem teruggevlogen naar Nederland. En toen kwam eigenlijk pas het probleem. Wat was het probleem, Rob? Nou, ik kwam in het militaire hospitaal aan in Utrecht. En na 3-4 maanden pizza's en pasta's eten, zei ik van, nou geef maar een schnitzel en patat. En een pilsje erbij en doe morgen maar de onderzoeken. En toen hebben ze gezien dat de luchtpijp en de slokdarm iets met een bochtje stonden. En dat duidde er dan op dat waarschijnlijk de aorta op springen stond. Dat die geknapt was, maar dat die net zoals een fietsband de binnenband er doorheen kwam, maar niet knapte. En ik hoorde later ook dat er net zoveel druk op staat als op een achterband. Dus... Maar nu ben ik geen dokter, maar ik denk aan acuut levensgevaar. Op het moment dat die knapt, ben je gewoon reddeloos verloren. Dus dat hebben ze s'nachts om 12 uur ook tegen me gezegd, dat het technisch een hele moeilijke operatie was. Hoe werd dat gezegd, van acuut levensgevaar? Nou, de chirurg die het allemaal onderzocht, die bleek vroeger als dienstplichtige bij mij op het onderdeel gezeten te hebben. En dat was dus gedurende die onderzoeken toch wel oude jongens krentenbrood. En toen 12 uur zei hij een keer tegen mij van, wil je weten wat er boven je hoofd hangt? Ik zei, nou zeg maar, nou zit hij simpel, waarschijnlijk ga je dood. Of als ik je kan redden, dan zit je voor 95% zeker in de rolstoel. Waarschijnlijk ga je dood, dat werd tegen jouw man gezegd aan jou. Heb je dat ooit serieus genomen? Echt, kan je dat ooit geloven? Nou, eigenlijk niet, want het is natuurlijk een hele grote vechter. Maar toen de arts bij mij kwam en mij hetzelfde zei, van dus 95% kans op een dwarslesie of een hersenbeschadiging, of dat hij het niet zou redden. En dat is toch wel even schrikken, dat kan ik je wel vertellen. Ik zei er heel simpel van, ik dacht eerst bij mezelf als het bij me komt, als ze nou maar niet begint te huilen, niet dit en dat. Ik ben niet van plan om uit te stappen, dus ik moet daar gewoon doorheen. Dus ik heb heel simpel tegen haar gezegd, en het waren eigenlijk ook de enige woorden. Nee. Ja. Jij hebt de pech dat je moet duwen en ik heb de pech dat ik maar moet gaan zitten, maar ik zie je morgen terug. Mijn vader had een keer bypass operaties gehad en ja, die wordt 's morgens geopereerd en 's avonds is het al een beetje aanspreekbaar. Dus die gedachtegang was er bij mij ook. Maar morgen duurde 9 dagen dan. En dat vind ik eigenlijk het meest vervelende, dat ik haar iets beloof en dat dus niet meer nakom. Vind je dat nog vervelender dan het acute levensgevaar ja. Dan toen? Ja. We hebben er al eens een paar keer over zitten te praten. Het is nu 8-9 jaar geleden. En ik wist van dat je daarop begon. En dan, ik heb het daar nog het meest moeilijk mee. Niet dat ik doodga. Doodgaan is simpel. Daar lig je niet meer wakker van. Dit is, je gaat de pijp uit op dat moment, om het zo maar te zeggen. Je gaat onder narcose en je komt niet meer bij. Dus als je afscheid wil nemen, is dat de meest makkelijke weg. Maar tegen haar te zeggen, maak je maar geen zorgen. En dan 9 dagen liggen zonder ook maar een seconde tijd te kunnen krijgen om te zeggen, we maken hem geen zorgen, ik kom terug. Bijzondere vent heb je als ik dat zo hoor. Hij is ook wel teruggekomen, dus... En dan kom je na 9 dagen bij, dan word je wakker en dan blijkt de schade toch behoorlijk te zijn. Je bent natuurlijk blij dat je nog leeft, laat ik dat voorstellen. Maar wat zijn dan de lichamelijke gevolgen? Nou, uiteindelijk blijkt dus dat je daar een partiële dwarslesie, een incomplete dwarslesie aan overhoudt. Dat is een van de weinige dingen als iets niet compleet is, wat hartstikke goed is. Maar daardoor kan ik net lopen. Ik mis 1 stemband, die wordt niet meer aangestuurd. Vandaar dat ik af en toe, als er een heleboel lawaai is, een paar octaven hoger moet om toch ergens nog wat lawaai te kunnen maken. 1 long functioneert bijna niet meer. Ja, dan kom je, omdat je dus, en in feite heb ik alle symptomen van een dwarslesiepatiënt. Je hele onderlichaam staat op de kop. Je krijgt allerlei medicijnen ervoor, tot aan Viagra toe. En mensen die zien dat vaak niet aan de buitenkant van je. Maar er is dus wezenlijk wel wat in mijn lichaam aan de hand. Ja, en dan noem je een hele trits aan ongemak op. Maar dan zie ik je er eigenlijk best heel erg florisant bij zitten. Wat merk je dan in de dagelijkse praktijk van al dat lichamelijk leed? Nou, je leert ermee leven. En ik vind in feite dat ik maar heel weinig handicaps heb. Omdat ik ermee heb
kunnen leren leven. Doet hij zich nog stoerder voelen dan hij is, Anja? Of is het inderdaad heel makkelijk voor hem om daarmee te leven en om mee om te gaan? Nee, hij zegt altijd 1 keer in de 6 weken is hij ongesteld. En dan heeft hij een weekje dat hij het allemaal even niet ziet zitten. En dat hij boos is op de Italiaan die dat veroorzaakt heeft. En voor de rest dan recht hij weer zijn schouders en dan gaat hij gewoon weer verder. Wat nu blijkt hè, is dat jullie inderdaad al zoveel jaren geweldig met elkaar door één deur gaan. Door dik en dun, hoge pieken, diepe dalen hebben meegemaakt. Maar hoe goed kennen jullie elkaar nou eigenlijk? Weet je wat? We gaan gewoon de proef op de som nemen. We gaan hem weer spelen. Trek mijn pak weer aan. De relatiequiz. Oh, en in die quiz, dames en heren, gaat het dus om hoe goed ze elkaar kennen in de relationele sfeer. Want daar zijn we goed in. Dat soort diep psychologische dingen. Hier, ik heb een plaatje worst. Pak hem. Heel goed. Rob, daar gaan we. Wat vindt Anja het leukst aan jou? Ieder goed antwoord is 1 punt. Als ze leuk vinden mij. Nou, dit is een oneindige reeks, denk ik. Nou, noem eens 1 ding. Het allerleukste. Het allerleukste? Dat ik altijd loop te klooien over. Altijd loop te... Klooien hoor, we gaan kijken. Ik denk zijn avontuurlijke geest. En dat hij altijd wat heeft, altijd wat te doen heeft. Ja, ik denk wel dat je eigenlijk niet hoeft te vervelen bij hem. Is dus niet goed, want het had natuurlijk niks met klooien hoor te maken, dat antwoord, hè? Helaas. Ja. Jawel? Regel om half goed. Regel om half goed. Plaatje hond voor Horst. Een plaatje Horst voor de hond, moet ik zeggen. Anja, wat vindt Rob het leukst aan jou? Nou, moet ik dat zeggen over mezelf? Ja, mag. Wat denk je dat hij het leukst aan jou vindt? Niet helpen, hè? Wat zal hij zeggen, dames en heren? De ogen. Dat, de ogen, hoor ik daar oma zeggen? Mijn glimlach. Zijn het je ogen? Ja, mijn glimlach. Is het je lach? Gezelligheid? Ja, gezelligheid? Wel gezellig. We gaan kijken, gezelligheid. Altijd lachen, altijd glinsteringen in de ogen. Dat is het leukst. Nee, ah, lijkt me goed. Ja, lijkt me goed. Eén. Oh ja, plaatje worst voor de hond. Gaat hij weer? Ja. Hoe is die hond nog weer? Maxim. Ik vind hem wel een beetje een raar model, hè? Kom maar, vang hem. Applaus voor Maxim. Goed, gaan we verder. We stellen een vraag aan Rob. Wat kan Anja niet aan jou uitstaan? Nou, ik krijg iedere week om de duvel dat ik er een hele stapel kranten heb liggen, dat ik die eens een keer op moet ruimen. Opruimen, laat maar zien. Tony. Ik kan ze niet uitstaan. Ik denk dat dat zal zijn dat hij zijn kranten altijd laat slingeren. Hey! Ja. Plaatje worst voor ons al. Wat is de grootste blunder die jij volgens Rob ooit begaan hebt? Dat kan maar 1 blunder wezen. En dat is? Dat ik met hem getrouwd ben, dat zal hij wel zeggen. Mij te trouwen. Goed geantwoord, dames en heren. Dames en heren, gelijke stand, kan niet mooier hier in Huissen. En kijk eens wat er voor prijs binnenkomt. De enige echte, daar zit die hond er weer bij. Dat is eigenlijk de Huiskamer TV-show Mini Relatietaart. Hij is voor jullie. Dankjewel hoor, leuk. Is dit nou het gezelligste deel van Mouse Village, Rob? Nou, op dit moment waarschijnlijk wel, maar er komen ook zoveel activiteiten dat de rest volgens mij ook gezellig gaat worden. Ja, maar dit is dus echt jullie eigen kroegje, zeg maar, na het werken, even gezellig door. Nou, het is ons woonhuis wat we zo ingericht hebben dat allerlei clubs die Engels-minded zijn, auto, dartclubs, klaver, jasclubs, dat die in ons woonhuis eigenlijk... van allerlei activiteiten kunnen ontvangen. Ja, het is ook tot in de details helemaal Engels en helemaal afstanden, hè? Na dat ongeval wat ik gehad heb en dat ik het idee kreeg van oké, ik kan geen werkplaats meer doen, dan ga ik maar een praathuis maken, ik ga geen geraniums kopen voor achter de vensterbank, maar ik koop een bos riet. Dat leg ik op mijn dak en dan maak ik een Engelse cottage van en een Engels praathuis, een Engelse pub. Maar dat hele perfecte, hè, dat tot in de details alles af willen werken, Anja, komt dat van jou of is dat van Rob? Eigenlijk van ons allebei. We zijn natuurlijk een beetje grote anglofielen geworden. En eigenlijk al jaren bezig met het verzamelen van al die spullen. Ja, zijn jullie veel in Engeland nog? Nou, een paar keer per jaar toch wel. De vloerbedekking hier beneden,
hebben we in Engeland gekocht en over laten komen. En is dat dan puur die bezoeken voor het inrichten van je huis of ook voor de inkoop van spullen voor hier de garage? Beide. In het begin deden we alle inkoop zelf en nu doe je dat met de fax en e-mail. Bestel je dat en dan komt het gewoon vanzelf. Een soort gecombineerde werkreisvakantie, zullen we maar zeggen. Zo is onze vakantie eigenlijk altijd. Ja. Het wordt een werkvakantie. Nou, de grootste inkopen die momenteel gedaan worden voor hier, voor de pub, is volgens mij een dakkoffer vol met speciaal Engels toiletpapier omdat de bloemetjes op zitten. Dat is hetgene wat jij doet. Ja, dat ja, zo ver gaat het perfectionistisch. Wij zeggen ook, als toiletpapier op, moeten we weer nodig naar Engeland. Ja. Ja. Even een paar nieuwe rollen toiletpapier halen. Nee, je kunt het hier niet kopen. Ik moet toch weer heel even terug naar 1995, hè? De dag waarop jij in Italië die aanrijding kreeg met alle gevolgen van dien. Zeg eens eerlijk, Rob, was dit allemaal ook ontstaan zonder die aanrijding? Nee. Ik werd toen afgekeurd voor 80-100%, dus ik hoefde niet meer bij Defensie te komen. En vanaf dat moment werd er dus niet meer voor mij gedacht, zoals ze willen zeggen, bij Defensie. Maar kon ik zelf denken en alle creativiteit die ik in mijn hoofd had, gewoon gaan doen. Ja, want iemand die met alle respect dan wordt afgekeurd, hier, zonder dat hij in Defensie zit, die krijgt een uitkeringje. Maar jij bent in feite een soort oorlogsveteraan die daar... Ja, daarom is de uitkering ook heel goed. Ja. En ja, ik ben het er diepe mate eigenlijk nog steeds niet mee eens dat je dus gewoon naar huis gestuurd wordt. Ik had dan het voordeel dat ik hiernaast bij de jongens in de winkel neergezet werd. En iedereen die binnenkwam en tegen mij, toen ik in de rolstoel zat, zei, wat is jou gebeurd? Dus ik kon van alles van me afpraten. Maar kom je thuis en zit je in een rijtjeswoning, dan zie je nog heel even collega's en mensen zijn veel te druk om contact met je te houden en dan word je moederziel alleen. Dus maar je bent daarnaast ook voor het geluk geboren, hè? Want jouw allereerste mini, 20.000 gulden, maar dan kreeg je de garage erbij, dat geld had je niet. En toen begonnen die lottoballen goed te rollen, of hoe zat het ook alweer? Ja, dat is een heel apart verhaal. Ik ging ergens een mini kopen, die stond in een pandje ergens in Arnhem. En ik kwam met die man in gesprek en hij zat in de auto en hij wou het pand ook kwijt. En toen zei ik van, ja, wat moet je dan voor het pand hebben? Ja, wat hij er voor een paar jaar geleden voor gegeven had, 20.000 gulden, mocht ik het wel hebben? Ik zei, nou, koop pand erbij, want ik vond het een heel grappig pand met een zaanse geveltje. Dus ik zei dat tegen haar. Ze zegt, ja, maar... Wat zei je aan jou toen? Wat zei je toen? Toen je terug nou, ik wel, ben zoiets natuurlijk wel gewend, maar ja, ja. Ik zei, hoe ga je dat betalen? Ja. Daar had hij dus een oplossing voor. Ik verkoop wel een paar van die auto's uit de schuur. Maar dat, ja, na een paar weken had ik nog steeds geen actie ondernomen. En toen zei ik van, kom tijd, kom raad. En nog eens een keertje de afspraak bij de notaris verschoven. En toen rolde er in één keer een briefje de bus in. Toen zat ik net bij Defensie op dienst. En toen had ik iets gewonnen in de loterij. Maar ik had een jaar daarvoor al gezegd, ik ga meespelen. Volgens mij ga ik iets winnen. Ja, en hoeveel won je toen? 100.000 gulden. 100.000, toen nog Hollandse guldetjes. Ja. En toen had ik dinsdagsmiddag een afspraak bij de notaris. En ik kom dinsdagmorgen naar de Giro, want er stond het er net op. Dat geluk heb ik nog nooit, hè? Dat geluk heb ik nog nooit. Nee, maar het geluk was extreem, want hetzelfde weekend had ik 500 gulden in de staatsloterij. Ook nog. En daarna is het triest geworden, ik heb niks meer gewonnen. Maar nu we het toch over geld hebben, Anja, volgens mij, dit doe je niet echt voor het geld, hè? Nee, dat kun je ook niet voor het geld doen, want dat levert het niet op. Maar ja, hij moet toch wat. Hij praat graag, dus voor ons was het de ideale oplossing. Ben je blij dat hij niet zonder zijn minis kan? Nou, ja, maar wij doen dat samen, hè. En dan is het altijd leuk. Vandaar dat we al zondags ook altijd druk zijn daarmee. Ja, dus wat zijn je ambities, Rob? Later, als je groot bent. Als ik groot ben, later? Ik heb maar één ambitie, gewoon oud worden met diezelfde miep die nou naast me zit. De bel en dat betekent tijd voor de speciale gasten. Boys, welcome in Huissen. Hey, hallo. Zij kennen elkaar nog niet, dames en heren, maar dit is de Engelse band Fragments. Ze zijn speciaal ingevlogen, of eigenlijk met de boot zijn ze hier. En ze gaan een nummer spelen. Tim, what's the title of the song? We're going to play a song about Mini Coopers and it's called What a Lovely Car. What a Lovely Car. Live hier in Huissen, Fragment. Thank you very much. Oh, Robin and the Smiths, drinking in their English bar, fiddling with their English car. God bless Mini Coopers and God bless English beer. They've gone and brought a little bit of England over here. Oh, what a lovely car, what a lovely car, what a lovely car. Oh, what a lovely car. What a lovely Mini Cooper! Oh, Robin and your Smiths, Robin and your Smiths,
go to England every month. English breakfast, Sunday lunch, driving down to Sainsbury's to get their favourite grub. Stuff the car with Walker's crisps and sell them in the pub. Oh, what a lovely car, what a lovely car, what a lovely car. Oh, what a lovely car, what a lovely Mini Cooper. Solo! All right. Oh, what a lovely car. Blijf hangen, dat deuntje. Dames en heren, het zit er weer op hier binnen. Misschien dat we stiekem nog even doorgaan tot in de kleine uurtjes met een paar lekkere Engelse biertjes. Als je niet verder vertellen. Wat vanavond betreft de Huiskamer TV Show, bedankt voor het kijken. En ik ga vast beginnen aan mijn bacon en eggs voor morgen vroeg. Tot volgende week. Dag. What a lovely Mini Cuba. Mini Cuba. Zo direct kunt u bij TV Gelderland weer kijken naar een nieuwe aflevering van De Geschiedenisbus. Want wat is het nou? Is het een vakantiepark? Is het kunst? Of is het cult? Of is het camp? Nou, wij zijn allemaal kunstenaars die allemaal. Een vakantiepark runnen. Dat is eigenlijk wat we hier doen. En ja. Dus het is wel degelijk een vakantiepark, maar aangezien het door kunstenaars gerund wordt, is het dus ook kunst. Ja. Ja. Groene schoenen. Ja, ja, die maakt hij ook zelf. Ja, ik doe alles om een slof hier in het Leisure Resort, hoor. Hallo. Hallo. Het ziet er goed decadent uit, hoor. Ja, hè? Niet te? Ja, ik weet niet hoe het thuis overkomt, maar het is wel een... Het geeft wel een decadent gevoel. Ja. Nou, wel lekker, toch? Ja, heerlijk. En wijn. Landschap lezen. Sporen van edele ambachtslui en soldaten in Gelderland. Tot en met 23 november in Museum het Valkhof in Nijmegen. In Studio Amicon, het infomagazin van Amicon Zorgverzekeraar, deze week aandacht voor sportblessures. Mijn gasten zijn hardloper Marco Koers, Vitesse-aanvaller Johnny van Beukering en wielercorrifee Henny Kuiper. Met Dick Ros praat ik over de blessuretop 5 en we tonen een sportieve ontmoeting tussen Hollandse broccoli en Italiaanse pasta. Kijken dus Studio Amicon elke werkdag om 16:45. Op zoek naar een betrouwbare occasion bij u in de buurt? Ga naar GelderlandOpWielen.nl. Voor alle soorten personenauto's, bestelauto's, motorfietsen en caravans, GelderlandOpWielen.nl. Ook op teletext bij RTV Gelderland. En, hebben we alles? Kaart. Check. Nederland. Check. Verrekijker. Check. Kom. Ja, wie op keukenjacht gaat bij Scheffer Keukens, kan zich het beste maar heel goed voorbereiden. Want met meer dan 100 opstellingen van kwaliteitsmerken wordt een keuken kiezen bij Scheffer Keukens een formidabele ontdekkingsreis. Beleef de keuze van Scheffer Keukens. Uit Zelhem. Citybox heeft de oplossing voor bedrijven en particulieren met opslagproblemen. Wanneer ik bevoorraad word door het hoofdkantoor met promotiematerialen, neemt Citybox de goederen aan. En die goederen kan ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat uit mijn Citybox halen. Oh, sorry. En ik gebruik die box als riptische ruimte. Lekker rustig. Citybox zit door het hele land, dus altijd in de buurt van een van onze vestigingen. Kijk voor de vestiging bij u in de buurt op citybox.nl.
heb een tante in Indonesië en die bel ik nogal regelmatig, want tegenwoordig is dat helemaal niet zo duur. Want voor 13 cent per minuut bel ik al per satelliet naar Bandung. En dat was vroeger nog wel anders, want zo'n 80 jaar geleden ging dat eerst met telegrafie en later met telefonie per radiofrequentie. Was trouwens heel duur destijds. Voor 33 gulden kon je 3 minuten bellen met Indonesië. Nou, dat was veel geld. Want dat was ongeveer een week salaris voor een modale werknemer. Hij gaat over. Hé, hey, tante Lien. Met Marlies. Ja, goed. En met jullie? Ja, nee, hier is het heel erg koud. Kleine moedertje stond velen op het telegraafkantoor. En vriendelijk sprak de ambtenaar je vrouw aan ons scheepsbandoer. Voordat de telefoon er was, communiceerde Nederland met haar overzeese gebieden via telegrafie, via morsetekens. En dat kon omdat er over de hele wereld heen, over land en dwars door zee, grote kabels lagen die de morsetekens konden versturen. Nou was het zo dat die kabels natuurlijk een beetje sabotagegevoelig waren. En dat was in de Eerste Wereldoorlog een beetje een probleem. De Nederlandse regering besloot daarom om daarna te gaan proberen of er ook gecommuniceerd kon worden via de lange golf. De techniek was inmiddels gegroeid, het was technisch mogelijk, alleen waren er sterke zendinstallaties voor nodig. En dat was de reden dat ze besloten om Radio Kootwijk te bouwen. En in 1923 ging Radio Kootwijk dan ook in bedrijf. Dag meneer Van den Berg, goedemorgen. U heeft hier gewerkt, ja? Niet in 1923, want toen werd u geboren. Toen werd ik geboren. Maar vanaf 1943? 1943 tot 1984. En u bent begonnen als leerlingmonteur? Leerlingmonteur, ja. En hoe bent u geëindigd? Chef zendmiddelen, radioverkeer. Dus, waarom was het nou juist Kootwijk waar deze installatie gebouwd werd? Nou, de radiotechniek die was toen zover dat ze zeiden, nou, voor de lange golf. Dat was het eerste waar men mee begonnen is. En voor een lange golf heb je een grote antenne nodig en een groot terrein. En dat was hier midden op de Veluwe. In het beginsel werd er alleen getelegrafeerd. Ja. Maar vanaf welk moment kon je nou echt ook daadwerkelijk telefoneren via Kootwijk? In 1928 was hier een korte golfzender gereed. 30 kilowatt als ik het goed begrijp of goed weet. En daarmee kon men toen is de verbinding met de telefonieverbinding met het toenmalige Bandung, daar is mee begonnen. Zullen we even naar binnen gaan? Ja. Ik ben een beetje nieuwsgierig geworden, want het is een prachtig gebouw. Ja. Heel mooi. Het is Amsterdamse stijl. Ja, nou dat is heel druk toch? Van Staatsbosbeheer kreeg de PTT 450 hectare grond ter beschikking. Men kon nu dus gaan beginnen met de bouw van een zendstation. Maar eerst moest er 500.000 kubieke meter veluwzand geëgaliseerd worden. En daarvoor werden 150 grondwerkers ingeschakeld, voornamelijk Amsterdamse werklozen. Bij Telefunken in Duitsland werd een 400 kilowatt telegrafiezender besteld, die later Lange Gerrit genoemd zou worden. Met Radio Kootwijk kreeg Nederland een van de eerste grote internationale zendstations voor telegrafie. En op 5 mei 1923 werd Radio Kootwijk officieel in bedrijf gesteld als openbare telegraafdienst. Het eerste officiële telefoongesprek via Radio Kootwijk vond plaats op 7 januari 1929. Koningin Emma belde toen naar Bandung en sprak met de echtgenote van de gouverneur-generaal van het toenmalig Nederlands-Indië, 12.000 kilometer verderop. Rondom het zendstation op de Veluwe ontstond een piepklein dorpje, Radio Kootwijk. Voor alle werknemers van het zendstation was het verplicht om zich hier te vestigen. Wat immens! Het is een hele grote zaal, maar u moet zeggen, u staat hier eigenlijk in de hoes van de allereerste zender, die machinezender die door Telefunken hier geleverd is. En dit gebouw paste er dus precies omheen. Die grote machines die stonden daar achter in de zaal. En dan had je hier tussen de bedieningslessenaar en de frequentietransformatoren. En dan daar in de toren, daar stond de antennespoel
die dus voor de antenneaanpassing zorgde, naar de grote paraplu-achtige antenne hierboven, die hierboven hing. En in zo'nzelfde netwerk lag hier in de grond, tot aan de bosrand toe, lagen allemaal straalsgewijs koperdraden om die grond een beetje glijdbaarder te maken. Het is nauwelijks meer voor te stellen als nee, je dat zegt. Nee, het was een hele bijzondere installatie. En hierboven hing dus ongeveer 200 meter hoog, hing dus een soort paraplu-antenne die in de midden gevoed werd door die zender. Maar het is nu helemaal stil. Ja. Dat was het toen niet, hè? Toen die machinezender, toen ik hier kwam, draaide die machinezender nog en dan konden wij elkaar nauwelijks zo verstaan. Zo'n herrie was het hier. Dus dan stonden hier achter in de zaal voor het raam stonden grote pneumatische relais. U moet zich voorstellen, koperen vuisten die zo boem ineens op elkaar kwamen. En dat gaf natuurlijk enorme klap in het ritme van die muizentekens. Hoeveel mensen werkten er toen voor Radio Koperwijk? Nou, op dat moment weet ik het niet precies, maar in zo'n beetje in de top hadden wij hier ongeveer 250 mensen op dit terrein werken. Uiteraard niet allemaal in de radiotechniek, want er was ook een afdeling onderhoud terreinen, maar ook een vrij grote afdeling antenne, bouw en onderhoud die hier gevestigd was. Werd Radio Koperwijk nou met name gebruikt voor regeringsdoeleinden of ook wel die particulier? Nou, het was voornamelijk gewoon, zoals het telefoonverkeer in Nederland ook was, was het ook naar Indonesië, Nederlands-Indië toen. En die regering moest natuurlijk daar ook wel gebruik van maken. Er waren kabelverbindingen die wat minder betrouwbaar waren. En de radio was natuurlijk onafhankelijk van tussenliggende landen. En vooral tijdens de politionele acties is er dus ook door de regering veel gebruik van gemaakt van de installatie. Ja, het is hier nu helemaal leeg en verlaten, maar op het terrein zijn ergens nog wel een paar mensen aan het werk. En dat zijn de straalverbinders. Nou, ik ben een van de weinigen die hier zijn 25-jarig jubileum heeft mogen vieren. En ik zit hier nu, ik ga het 28e jaar in. We zijn hier op Radio Koperwijk in gebouw F, het voormalig korte golfzendstation van de toenmalige PTT. Straalverbindingen, daar waar wij werken, dat zijn dus verbindingen die ook met radiotechniek te maken hebben, maar als een soort pijpleiding of een dunne gebundelde straal van punt naar punt gebracht kunnen worden. Televisiebeelden, die zenders die dat uitstralen, die worden allemaal met straalverbindingen van de beelden voorzien. Denk ook aan het GSM gebeuren, de transporten tussen al die basisstations. En ook kunnen we straalverbindingen gebruiken voor telefooncentrales, grote telefooncentrales met elkaar te verbinden. De straalverbinding die hier zo staat, die is zojuist door mij, zonder het eigenlijk bewust te weten, gebruikt om een e-mail te versturen. De e-mail welke ik zojuist geschreven heb. Dit soort straalverbindingen zijn dus voor de kleinere capaciteiten. En kleinere capaciteiten, dat is onder andere wat wij dan ook noemen, een voetbalreportage. Hier in onze reparatieafdeling hebben wij de apparatuur staan zoals deze ook in het land staat. We kunnen daar dan proeven nemen. En defecten zoals die in het land geconstateerd zijn, kunnen we hier weer simuleren en proberen te repareren. Bijvoorbeeld deze eenheid die is met een defect teruggekomen uit het land. Heeft dus ergens in een straalverbindingsstation gefunctioneerd, maar niet naar behoren. Dan gaan we deze dus hier even plaatsen en kijken we of we die fout eruit kunnen krijgen. Hier zijn we in de ruimte waar de te repareren onderdelen liggen. En hier gaan we naar de kelder, noemen we dit. Daar liggen de gerepareerde onderdelen. Deze liggen te wachten op inzet in het land. We gaan Koperwijk na 30 jaar prettig gebruikt hebben, gaan we verlaten. En we zullen dit toch wel een beetje als een soort spijt in het hart achterlaten. Kijk, de oude foto's.
zendgebouw met één der masten op de achtergrond. Dat is prachtig. Ja. Schitterend. Heb je ook een foto van jezelf als klein kind? Jazeker. Dan moeten we even iets verder bladeren. Kijk. Dat is schattig. Dit is een foto van Kobi de Haan. Hier wat ouder, maar hier als baby. Je bent geboren in Radio Kootwijk. Geboren en getogen in Radio Kootwijk. Ja. Nooit ergens anders gewoond? Nee, ik heb nooit ergens anders gewoond. En ik zou ook niet weten hoe het was om ergens anders te wonen. Hoe is dit dorpje vroeger ontstaan? Toen hier het terrein, dus laat ik maar zeggen, toen hier dat PTT hier begon met de bouw van de masten en de gebouwen, kwam men al spoedig tot de ontdekking dat de mensen die daar moesten werken, hier ook moesten wonen, omdat de storing dus eigenlijk heel veel geld kostte en woonden de mensen dan elders, die bijvoorbeeld de zenders moesten bedienen, dan zou dat veel te veel tijd vergen. En toen is men begonnen met de bouw van een dorp voor de werknemers die hier per se moesten wonen. Wanneer werd het allereerste huis hier gebouwd? In 1923. Toen werden er dus de eerste 6 woningen neergezet voor de... Maar voor die tijd, toen die 150 Amsterdamse werklozen die hier het terrein hebben geëgaliseerd, toen die weg waren, kwamen die barakken leeg. En toen mochten mijn vader en moeder mochten in een van die barakken wonen. Ook andere mensen, ook een stuk of 3-4 andere gezinnen. Je bent nooit weggegaan hier uit Radio Kootwijk. Ben je ook getrouwd met iemand van hier? Nee, niet met iemand van hier. Wel van iemand uit Friesland, maar die hier ook is komen werken. Na 7 jaar verkering zijn we getrouwd. En ik ben hier altijd blijven wonen en ook mijn kinderen zijn hier geboren. Heb je hem hier altijd los? Kijk, dit zijn nu de eerste huizen die hier zijn gebouwd. In Radio Kootwijk? Ja, in Radio Kootwijk. Ben je hier ook geboren? Ik ben niet in een van deze woningen geboren, maar ik ben op nummer 42 geboren en die woningen zijn later gebouwd. En waar is dat? Is dat meer dan moeten we een klein eindje verder. Zullen we daar naartoe lopen? Ja, lijkt me goed. Oké. Ga mee, Remy. Kom maar. Ga je gezellig mee, hè? Ja. Kijk, dus hier heb je nummer 42 en hier ben ik geboren. Wat een schattig huisje. Het lijkt niet zo groot. Nou, het is van binnen redelijk groot hoor, dat valt echt mee, want je hebt er ook een keuken en een bijkeuken achter en dan nog een achtertuin, dus wat dat betreft, wij hadden ruimte genoeg. Hoeveel mensen woonden er destijds in Radio Kootwijk? Ik schat ongeveer 130, 140 en toen hadden de mensen dus gewoon veel meer kinderen dan nu. Ja. En ze werkten ook allemaal voor Radio Kootwijk? Iedereen die hier woonde, werkte bij de PTT op Radio Kootwijk. Maar dat leidde natuurlijk tot, op verjaardagsfeestjes altijd dezelfde gesprekken, of ja, niet? Ja, als de mannen elkaar troffen, werd er altijd over PTT gesproken natuurlijk. Was er destijds ook wel wat te doen in Radio Kootwijk? We hadden een heel druk verenigingsleven. We hadden een kegel, dames en heren kegelclub, we hadden een tennisbaan, tafeltennis. We hadden biljart, volleybal, toneel. Je kon niet zo gek praktiseren of we hadden het hier. Delta Radio die was van plan om een popzender hier neer te gaan zetten op 171 kHz in de richting van Engeland, Benelux, met 10 megawatt. Toen is dus Platform Kootwijk ontstaan eigenlijk. Heel spontaan van mensen uit de omgeving die zich ernstige zorgen maakten. Als deze zender operationeel zou worden, dan zouden we last krijgen van een aantal zaken. Nou, we hebben de acties gevoerd op 3 aspecten. Economische schade die zou ontstaan, dat wil zeggen storing op apparatuur. Storing die zeer moeilijk dan niet verholpen zou kunnen worden.
De sterke straling zou invloed hebben op onze gezondheid. En de hele zender met de 340 meter hoge masten zou het milieu aantasten hier op de ecologische hoofdstructuur van de Veluwe. We waren geen beroepsactievoerders, dus dat was allemaal voor het eerst. En door de omstandigheden zijn we er met z'n tweeën in betrokken geraakt. En dat is, dat heeft een enorme band geschept. Het gevaar daarvan is, of het gevaar, maar het gevolg moet ik zeggen, dat je eigenlijk dag en nacht ermee bezig was. De acties, zoals mijn vrouw en ik die van hieruit gecoördineerd en beleefd hebben, waren spannende tijden. Het was leuk als koppel dit te doen. En vooral ook omdat wat de een vergat, daar dacht de ander weer aan. En zo vulde je elkaar aan. Geen masten op Radio Kootwijk. Dat was de slogan die we de hele periode door steeds weer voor onszelf ook naar boven haalden. Dat was onze core business. De bouw van vier 335 meter hoge zendmasten in Radio Kootwijk is definitief van de baan. Dat zegt de gemeente Apeldoorn. De Raad van State stelt namelijk dat Apeldoorn terecht een vergunning voor de masten heeft geweigerd. De Engelse zender Delta Radio probeert al sinds 1996 in Radio Kootwijk zendmasten te bouwen. De krachtige radiostralen zouden volgens tegenstanders leiden tot gezondheidsklachten. Het resultaat van al onze acties is dat die masten hier niet gekomen zijn. En ook geen zender. En ook in de toekomst zal dat niet gebeuren. Inmiddels heeft men zoveel door dat hier geen gebied is waarvoor sterke zenders noodzakelijk zijn. En dat was een grandioze overwinning natuurlijk, hè? Dat is iets geweldigs geweest, ja. Martin Nieuwenhuis is de laatste manager geweest van Radio Kootwijk en hij was juist een groot voorstander van de radiozender. Zijn kantoor, zijn oude kantoor, zit hier helemaal achter in de gang. Dag meneer Nieuwenhuizen. Goedemorgen. U zit er nog achter het bureau. Ja, we zitten er nog. Ja. En de telefoon, doet hij het nog? Nee, even kijken. Nee. Dood, hè? Ook die is al dood. Toch had het hier nog heel bedrijvig kunnen zijn. Met Radio Delta, met die enorme zendmassen. Had gekund. Was ook mijn wens geweest. Maar het is niet het gebeurd. Is anders beschikt. Men heeft zich daar in het groot tegen verzet. En we hebben dat. Waarom was u er zo delven. Voor? Het had het voortbestaan van het radiostation voor een groot aantal jaren sowieso gegarandeerd. Na de hoogtijjaren, eind jaren 50, veranderde er nogal wat met de komst van satellieten en Atlantische verbindingen. Kabelverbindingen, ja. Klopt. Ja. Het werd dus hier een stuk minder. Het werd een stuk minder, absoluut, ja. Het zenderbouwbedrijf wat hier was, dat sloot. Want er was geen vraag meer naar zenders. En je ziet dan toch weer een klein beetje een redding. Want de scheepvaart vroeg om meer mogelijkheden om te kunnen communiceren over langere afstand. Nou, op ons andere station in Scheveningen kon dat niet, dat was te klein. Dus Kootwijk was de aangewezen plaats om dat te doen. En tot hoe lang liep dat door? Nemen we dan scheepvaartverbindingen over op Kootwijk en wordt het een maritiem zendstation. Dat liep in de 80er jaren, begin 80er jaren, zie je dat ook dat begint terug te lopen. Ook alweer ten gevolge van technische ontwikkeling. Daar komen maritieme satellieten die met de schepen kunnen communiceren. Dat net breidt zich snel uit. Die apparatuur daarvoor wordt steeds goedkoper, steeds meer schepen krijgen het. En dan zie je in die 80er jaren, zie je dat verkeer teruglopen. Wanneer wist u van er is gewoon geen toekomst meer voor Radio Kootwijk? Nou, dat is zo in 1990 heb ik wel eens gezegd, 2000 halen we niet meer. En ik heb gelijk gehad. Met één druk op de noodknop kwam er vandaag een einde aan 75 jaar zender Radio Kootwijk op de Veluwe. Het zenderpark werd na de Eerste Wereldoorlog opgericht om het contact met Nederlands-Indië te verbeteren. Maar met de komst van de satelliet is Radio Kootwijk nu overbodig geworden. Nog één keer konden ze in het zendergebouw bijeenkomen om te praten over Radio Kootwijk. Met nog twee mensen in dienst waren het vooral oud-werknemers die getuigen waren van de laatste berichten. Maar daarbij liet de moderne satelliettechniek het afweten. De laatste scheepvaartberichten vanuit Scheveningen waren in Radio Kootwijk wel te zien, maar niet te horen. Toen in Scheveningen het laatste bericht was verstuurd, verplaatste de aandacht zich naar Radio Kootwijk. Aan mij is het twijfelachtig om na 75 jaar het station plat te leggen. Ik vind dat bijzonder jammer. Doe het met pijn in mijn hart na 35 jaar scheepvaartradio.
maar we kunnen de techniek ook niet tegenhouden. Bij deze sluit ik het radiostation Kootwijk voorgoed. Op 31 december 1998 om 16.27 uur heb ik de hoofdschakelaar omgedraaid en was het afgelopen met Radio Kootwijk. Hoe voelt dat? Pijn, verdriet, erg jammer. Ja. Radio Kootwijk is in 1919-1922 gebouwd naar ontwerp van architect Julius Maria Luttmann. En het bijzondere van het gebouw is dat het eigenlijk alleen op dat moment zo had kunnen worden ontworpen. Het is de stand van de radiotechniek in die tijd, de stand van de betontechniek in die tijd en de typische ontwikkelingen van de architectuur in die tijd. De keuze voor het beton was bepaald door problemen die men in Duitsland ondervonden had. En men werkte samen met Duitse technici van de firma Telefunken. En die Duitse technici hadden in een zendstation bij Berlijn ontdekt dat hout in ieder geval helemaal niet het geschikte materiaal was. Ze hadden een houten barak met spijkers in elkaar getimmerd gemaakt voor hun eerste experimenten. En al na een half uurtje zenden begon het gebouw aan alle kanten tegelijk te branden. Die catastrofe was zo erg dat ze onmiddellijk besloten om een stenen zendgebouw neer te zetten. Maar steen bleek toch ook geen ideaal materiaal te zijn. Want in een stenen gebouw heb je toch altijd nog heel veel ijzer nodig voor de overspanning van de hallen, de kappen, de draagconstructies. En uiteindelijk heeft men vanuit Duitsland aangeraden om beton te kiezen. En het idee daarvoor was dat beton, als je dat met niet al te veel wapeningsijzer maakt, dat dat uiteindelijk dan de meest gunstige constructie zou zijn voor zo'n zendgebouw. Maar uiteindelijk, toen die toren klaar was, toen bleek dat de antenneleidingen door de toren van het zendgebouw toch zoveel straling gaven dat het gebouw ging gloeien, dat er stukken uit de toren sprongen en dat er toch nog weer een aanpassing nodig was. Toen hebben ze de hele toren van binnen met koper bekleed. Boven het rondboogvenster in de achtergevel is een sculptuur te zien. De adelaar symboliseert de vlucht van het geluid en zo noemde de kunstenaar het ook. Alleen is het merkwaardig, want in 1920 was er nog helemaal geen vlucht van het geluid. Het waren telegrafiesignalen, punten en strepen die in een apparaat in Indië werden opgevangen. Dus de titel is eigenlijk een beetje vooruitlopend op de latere functie van het gebouw. Toen er radiotelefonie kwam en mensen vanuit Nederland telefoongesprekken konden gaan voeren met familie in Indië. En toen was het, toen u op de knop drukte, in één keer stil. Doodstil. En dat is een heel raar geluid. Stilte is een raar geluid. Als je hier tientallen jaren hebt rondgelopen in het ontzettende lawaai van eigenlijk de koeling van de zenders, wat een hele berg ventilatoren was bij elkaar, en die toch qua geluidsniveau toch bijna tegen het maximaal zaten. Die waren nooit stil geweest? Die waren nooit stil geweest. Ja, zo af en toe één, maar het was hier nooit stil geweest, want het bedrijf moest natuurlijk 24 uur per dag draaien. En dan druk je zo'n knop op het moment suprem en dan wordt het doodstil. En dat is een heel raar geluid. En dan besef je eigenlijk pas, ja, dit was het dan. En nou is het helemaal leeg. En er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor Radio Kootwijk. Wat hoopt u nou dat het wordt? Ja, nou als oud-manager van het radiostation natuurlijk weer een bestemming in de zin van radio. Ik zou het liefst weer een mooi radiostation zien groeien. Maar dat is helaas niet meer haalbaar, vrees ik. En wat dan wel? Nou, dan denk ik aan een museale functie. We hebben allemaal kunnen lezen in de krant dat Kruller Müller toch wel zijn vingers heeft uitgestrekt, interesse getoond. En ja, wie weet is dat en lijkt mij ook wel een hele mooie oplossing. Ja. Nou, het is nog niet helemaal zeker, maar ik kan me wel een voorstelling mee maken. Als die kunst hier straks hangt, dan gaan we er mooi naar kijken, toch? Tot volgende week. Kun je je voorstellen dat je daar gewoon zo op die muren wat van Goghje hier en daar? Ja, er is heel wat van te maken. Je zou er zelfs nog zo'n hele vloer in kunnen leggen. Hij staat niet zo, hè? Dat weet ik niet. Ja, maar het museum zit natuurlijk echt hieruit. Dus dat is daar beperkt. Ja.
Achter elk raam van een woonhuis zit een verhaal. Zo direct kunt u kijken naar de Huiskamer TV-show, waarin Erik Schuurman weer een Gelderse huiskamer bezoekt. Daarna kunt u kijken naar De Geschiedenisbus, het cultuurhistorische programma van TV Gelderland, met reportages over lang vervlogen tijden. De presentatie is in handen van Marlies Klaassen. Morgen kunt u bij TV Gelderland kijken naar De Bewoners van, met Angelique Kruger, en gaat Rob Zandvoort weer op zoek naar kunst en curiosa in Schatgraven. Heeft u thuis ook zo'n mooie vis en u weet niet hoe oud die is en u weet ook niet wie het gemaakt heeft en u kent ook de waarde niet? Dan komt dan naar een taxatiedag van het programma Schatgraven van TV Gelderland en wel op zondag 9 november. U bent dan welkom hier in café-restaurant De Gouden Karper in Hummelo tussen 's ochtends 11 uur en 's middags 4 uur met kunst, antiek, curiosa, wat u maar mee zou willen nemen, maar wat natuurlijk wel oud moet zijn. Want je weet toch maar nooit wat voor kunstschat je thuis hebt. En deze is niet van goud hoor, dat weet u. What are you waiting for? Come on. Zijn, omdat het leven al druk genoeg is. Citybox heeft de oplossing voor bedrijven en particulieren met opslagproblemen. Wanneer ik bevoorraad word door het hoofdkantoor met promotiematerialen, neemt Citybox de goederen aan. En die goederen kan ik van 's morgens vroeg tot 's avonds laat uit mijn Citybox halen. Oh, sorry. En ik gebruik die box als reptiesruimte. Lekker rustig. Citybox zit door het hele land, dus altijd in de buurt van een van onze vestigingen. Kijk voor de vestiging bij u in de buurt op citybox.nl. Keurig kozijn, omdat het leven al druk genoeg is. Bent u heel bewust bezig met uw lijf en leden? En traint u 7 dagen per week, 3 uur per dag of meer in de sportschool? Of eet u heel bewust erg gezond, veel groente, veel fruit, wellicht zelfs biologisch? Of doet u juist expres niks aan uw gezondheid en ligt u liever op de bank? Kortom, gaat u op een bijzondere manier om met uw gezondheid? Laat het ons dan weten. Stuurt u een briefkaartje naar Gezond en Zo. Postbus 747 6800 Anton Simon in Arnhem. Of via internet www.omroepgelderland.nl. U kunt ons ook direct mailen gezondenzo@omroepgelderland.nl. To be the only one for me is you, and you for me.
so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together. En even soepel naar de drie. Oh. Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom bij de Huiskamer TV Show. Vanavond helemaal in Engelse sferen. Ik zit hier in de enige echte opvolger van die Franse lelijke eend. U kent hem wel, af en toe ziet u ze nog rijden. Die Engelse Mini. En die Mini, dat is ook dé auto van onze hoofdrolspelers van vanavond. Rob en Anja Smits in Ussel. En die Mini is voor hen een manier van leven. Als je dat niet gewend bent, dan is het ding even wennen. Dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Mouse Village, het domein van de hoofdrolspelers van vanavond. Rob en Anja Smits. Zullen we naar binnen gaan, jongens? Ja. Komt u maar. Wakker worden. Wakker worden. Geef eens even een kusje. Gefeliciteerd met je kleinzoon. Het is niet zo mooi weer vandaag. En dat nog wel op de verjaardag van je kleinzoon Rob. In een Engelse cottage in Latum worden Rob en Anja wakker. Hier is het ook waar ze ontbijten. Een Engelse sfeer is in het hele huis aanwezig. Rob, heb je de tafel al gedekt? Kijk, dat zijn echte Engelse bosjes. Niets. Heb je heel veel dorst? Valt dat toch wel mee? Een echt English breakfast dus. En ook aan hun gedekte tafel is werkelijk alles Engels. Behalve het eten, het servies, het bestek en de koffiepot. Ja, dat kan niet anders. Die komt ook uit Engeland. Heb je alles? Ja. Na het ochtendritueel met dat heerlijke ontbijtje vertrekken Rob en Anja vanuit Latum naar hun tweede huis. Het staat in Huissen. Daar hebben ze jaren gewoond, maar dat huis is inmiddels omgebouwd tot garage, pub, winkel en ontmoetingscentrum voor minifans. Zo decadent dat overdag zijn we gewoon thuis. En s'avonds gaan we naar ons buitenhuis. Wij voelen ook nog dat dit ons huis is. Later heb ik geen binding, hier wel. Ook hier is alles Engels. Tot in het kleinste kamertje aan toe. Nou, de wc-papier, dat is een hobby van mijn vrouw. Die haalt ze uit Engeland. En waarom? Omdat er bloemetjes op zitten. Die kun je dus in Nederland helemaal niet krijgen. En hoeveel neem je dan mee als je gaat boodschappen doen? Een dakkoffer vol. Daar dat die technische informatiepub ook vrouwvriendelijk gemaakt heeft. Er zijn zoveel dames die zeggen van, oh, moet je kijken, bloemetjes toiletpapier. Man, dan valt het niet op. Eentjes heb ik uit Engeland meegebracht. Bloemetjes op de pot. Via de achterkant van de pub gaan we naar de garage, ofwel de workshop. Meteen daaraan vast zit de onderdelenshop, waar het vaak hartstikke druk is met liefhebbers van de Mini. Anja staat er heel regelmatig achter de balie. Moet je wel even klokken, hè? Want anders dan weten we het niet meer hoe laat we thuis zijn. Het is goed, Hyacinth. 19:15. Dat voor mij al. Goedenavond allemaal. Hallo. Hartelijk welkom nogmaals. Dat is mooi, Rob en Anja zijn goed gedresseerd, want ze gaan al direct naar hun plek achter de bar. Dat wilde ik er net gaan vragen. Schenk even wat lekkers in voor de mensen hier. Dan ga ik ondertussen stiekem even lekker over Rob en Anja roddelen. En dat doen we eerst met Chantal. Oh. Dag. Hallo.
Hoe is het? Ja, prima. Ja? Hartstikke gezellig hier. Chantal, huisvriendin, mag ik het zo zeggen? Ja, zo mag je het onderhand wel zeggen. Ik ben nou al 20 jaar bevriend met een dochter, Babies. Ja, een dikke vriendinne. Ja. Kleine tussenstop van 3 jaar en verder ben kind aan huis. Wat was dat dan voor tussenstop? Een beetje een meningsverschilletje. Maar het is bijgelegd? Het is helemaal bijgelegd. Zeker weten. Dus. Ja, ja, allebei naar moeder. Dus toch ook weer een andere fase. Ja, ja. Heel erg leuk. Ik heb een vraagje over Rob en Anja. Ja. Over Rob met name. Als Rob nou zou moeten kiezen tussen de mooiste mini van de hele wereld, ja, of Anja? Anja. Daar zijn we het allemaal mee eens hier, hoor ik. Hè? Ja, ja, dat is een makkelijke keuze. Ja, ja. Dankjewel. Veel plezier vanavond. Ja, dankjewel. En de naam viel al even. Babies, die zit hier met haar dochtertje. Aan de overkant van de tafel. Hi. Kan je dichterbij komen, Babies? Dan kunnen we je ook verstaan. Ik hoop alleen niet dat zij de microfoon beet gaat pakken. Maar nou, daar komen we snel genoeg achter. Dat zal wel lukken, toch? Luister, wat voor vader en moeder heb jij? Ik heb een hele lieve moeder, heel erg zorgzaam. En mijn vader is altijd gek. Ik zei vroeger altijd als vriendinnen op bezoek kwamen, let maar niet op mijn vader, want die is zo gek als een deur. En dat is daar gaat hij al. Die wil ook wel zeggen, zie je dat? Haha, happen naar de koek, hè? Happen naar de koek, ja, ja. Nou, zij zou zeggen, opa is knettergek. Maar nee, echt waar. Die altijd al zo geweest. Dus echt iets typerends voor mijn vader. Nu heb ik jouw vader ook gevraagd van wat hij dan van jou vond. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Zo werkt het, ja. Hij zei, ik kan niet met haar, maar ik kan ook niet zonder haar. Nee, inderdaad. We hebben ooit een keer... het is gelukt om een keer 2 weken niet met elkaar te praten. En alle communicatie ging via mijn moeder. En wie is dat meest eigenwijs van jullie? Ik denk ik. Oké. Dat is in ieder geval zeggen, ja. Nee, ik denk allebei evenveel. We hebben echt karakters wat heel veel op elkaar lijkt. We zitten hier in Huissen, in Maus Village, maar ze wonen eigenlijk in Latem, hè? Ja, klopt. Maar als ze nou zouden moeten kiezen, als ze echt wat te kiezen hadden tussen het wonen in Latem of het wonen in Huissen, wat zouden ze dan kiezen? Ik denk Latem. Toch Latem? Ja. Lekker blijven zitten aan die mooie plastaak. Ja, ik hoor mijn vader en moeder heel vaak zeggen, er is geen mooiere plek op de aardbol als deze. Dus ik denk dat dat de woorden zijn die hun altijd zeggen. Hoe heet je dochtertje? Aimee. Is bijna net zo mooi als zijn moeder al. Oh, dankjewel. Dames en heren, de namen zijn al veel gevallen, Rob en Anja, en dit zijn ze in het echt. Het is Henk, wat was jouw probleem? Anja, ik heb wat meegenomen. Ja. Do you have any mini? Ja. Oh, you love an English car lover. All kind of English cars. Rob Smits groeit op in de wijk Geitenkamp in Arnhem. Rob heeft 1 broer en 1 zus en zijn vader was militair bij de luchtmacht. Als baby vertoont Rob al enige gelijkenis met een Engelse gentleman. Om over te zetten. Je ziet hem hier. Naar die. Ook Anja komt van de Geitenkamp. Zij heeft 2 broers en 1 zus. Broer Jan gaat wielrennen en als Anja meegaat, ontmoet ze daar op 17-jarige leeftijd Rob. Ik had hem dus al wel een keer gezien vanuit de verte. En ik dacht van nou, dat moet hij toch wel wezen. Jawel. Hij dacht misschien niet zo, maar dat was wel. Nou, het beste kan ik daar Rob even verroepen, want die weet daar toch het meeste van. 2 kinderen kregen ze, Rowan en Babiesje. En inmiddels zijn ze zelf de trotse opa en oma. Babies heeft een wolk van een dochter. En ook Rowan is inmiddels vader. Rob heeft 27 jaar gewerkt voor Defensie. Maar die legermentaliteit paste hem niet zo goed. In dienst hebben ze wel eens gemerkt dat ze geprobeerd hebben te veranderen qua mentaliteit, ook qua instelling. Maar als jij in een bepaald harnas geboren bent, gewoon je bepaalde karaktereigenschappen, moet je nooit in een ander harnas gaan lopen, want dan word je helemaal gek. Ondertussen had Rob al jaren liefde voor minis en die liefde nam steeds hevige vormen aan. Maus Village is nu zijn eigen realiteit en zowel Anja als Rob leggen hier hun hele hart en ziel in. Aan de voorkant. En behalve de liefde voor de mini, is ook de liefde voor elkaar in al die jaren alleen maar gegroeid. We zijn nog steeds heftig verliefd op elkaar, maar dat weet ook de hele familie. Ik zit regelmatig bij haar in de auto. Dat wil ik met glimlach zeggen. Weet je, dat ik gewoon blinders in mijn buik heb nog. En wat het dan is, ik denk dat het zelfs nog erger is dat het goede jongen waren. Tweede Paasdag 1995, de dag waarop jullie leven een dramatische andere wending kreeg. Rob, want wat gebeurde er toen precies?
Ik was uitgezonden voor Defensie, voor de luchtmacht, naar Zuid-Italië. Daar zat een radarstation. En daar was ik geplaatst voor de vliegbewegingen boven dat gebied dan. En ik zat in eerste instantie in een hotel. Ik had Anja meegenomen met haar auto, de Mini Cabrio. Even later zat ik in een woonhuis, omdat er zoveel Amerikanen kwamen. Die konden dan op mijn kamer, want dan stoppen ze er meer op als in Nederland. En toen wilde ik op tweede paasdag van de woning naar het hotel. En toen kwam er ergens een bezopen Italiaan een boog door. En die kwam aan mijn kant de auto binnenrijden. En ik eindigde bij Anja op schoot. Met aan de ene kant alle ribben kapot en de been gebroken. Dat klinkt Anja niet heel erg dramatisch nog, maar het nam al vrij snel een andere wending. Want hoe ging dat verder? Nou, op het moment dat hij dus bewusteloos op mijn schoot lag en wij hem dus voorzichtig bijgebracht hadden, deed hij zijn ogen los en zei tegen mij, ik hou van jou, maar ik zit links helemaal in elkaar. En dat klopte uiteindelijk ook. Dat hebben ze in Italië niet ontdekt. Wel dat hij dus 7 gebroken ribben had en een gebroken been. Dag daarna hebben ze hem teruggevlogen naar Nederland. En toen kwam eigenlijk pas het probleem. Wat was het probleem, Rob? Nou, ik kwam in het militaire hospitaal aan in Utrecht. En na 3-4 maanden pizza's en pasta's eten, zei ik van, nou geef maar een schnitzel en patat. En een pilletje erbij en doe morgen maar de onderzoeken. En toen hebben ze gezien dat de luchtpijp en de slokdarm iets met een bochtje stonden. En dat duidde er dan op dat waarschijnlijk de aorta op springen stond. Dat die geknapt was, maar dat die net zoals een fietsband de binnenband er doorheen kwam. Maar niet knapte. En ik hoorde later ook dat er net zoveel druk op staat als op een achterband. Dus maar nu ben ik geen dokter, maar ik denk aan acuut levensgevaar. Op het moment dat die knapt, ben je gewoon reddeloos verloren. Dus dat hebben ze s'nachts om 12 uur ook tegen me gezegd. Dat het technisch een hele moeilijke operatie was. Hoe werd dat gezegd, van acuut levensgevaar? Nou, de chirurg die het allemaal onderzocht, die bleek vroeger als dienstplichtige bij mij op het onderdeel gezeten te hebben. En dat was dus gedurende die onderzoeken toch wel oude jongens krentenbrood. En toen 12 uur zei hij een keer tegen mij van, wil je weten wat er boven je hoofd hangt? Ik zei, nou zeg maar, nou zit hij simpel, waarschijnlijk ga je dood. Of als ik je kan redden, dan zit je voor 95% zeker in de rolstoel. Waarschijnlijk ga je dood, dat werd tegen jouw man gezegd dan, ja. Heb je dat ooit serieus genomen? Echt, kon je dat ooit geloven? Nou, eigenlijk niet, want het is natuurlijk een hele grote vechter. Maar toen de arts bij mij kwam en mij hetzelfde zei, van dus 95% kans op een dwarslesie of een hersenbeschadiging, of dat hij het niet zou redden. En dat is toch wel even schrikken, dat kan ik je wel vertellen. Ik zei er heel simpel van. Ik dacht eerst bij mezelf, als het bij me komt, als ze naar me niet begint te huilen, niet dit en dat. Ik ben niet van plan om uit te stappen, dus ik moet daar gewoon doorheen. Dus ik heb heel simpel tegen haar gezegd, en het waren eigenlijk ook de enige woorden. Nee. Ja, jij hebt de pech dat je moet duwen en ik heb de pech dat ik maar moet gaan zitten, maar ik zie je morgen terug. Mijn vader had een keer bypassoperaties gehad en ja, die wordt 's morgens geopereerd en 's avonds is het al een beetje aanspreekbaar. Dus die gedachtegang was er bij mij ook. Maar morgen duurde 9 dagen dan. En dat vind ik eigenlijk het meest vervelende, dat ik haar iets beloof en dat dus niet meer nakom. Vind je dat nog vervelender dan dat acute levensgevaar dan toen? Ja. We hebben er al eens een paar keer over zitten te praten. Het is nu 8-9 jaar geleden. En ik wist van dat je daarop begon. En dan, ik heb het daar nog het meest moeilijk mee. Niet dat ik doodga. Doodgaan is simpel. Daar lig je niet meer wakker van. Dit is, je gaat de pijp uit op dat moment, om het zo maar te zeggen. Je gaat onder narcose en je komt niet meer bij. Dus als je afscheid wil nemen, is dat de meest makkelijke weg. Maar tegen haar te zeggen, maak je maar geen zorgen. En dan 9 dagen liggen zonder ook maar een seconde tijd te kunnen krijgen om te zeggen, van maak je nou maar geen zorgen, ik kom terug. Bijzondere vent heb je als ik dat zo hoor. Hij is ook wel teruggekomen, dus. En dan kom je na 9 dagen bij, dan word je wakker en dan blijkt de schade toch behoorlijk te zijn. Je bent natuurlijk blij dat je nog leeft, laat ik dat voorstellen. Maar wat zijn dan de lichamelijke gevolgen? Nou, uiteindelijk blijkt dus dat je daar een partiële dwarslesie, een incomplete dwarslesie aan overhoudt. Dat is een van de weinige dingen als iets niet compleet is, wat hartstikke goed is. Maar daardoor kan ik net lopen. Ik mis 1 stemband, die wordt niet meer aangestuurd. Vandaar dat ik af en toe, als er een heleboel lawaai is, een paar octaven hoger moet om toch ergens nog wat lawaai te kunnen maken. 1 long functioneert bijna niet meer. Ja, dan kom je, omdat je dus, en in feite heb ik alle symptomen van een dwarslesiepatiënt. Je hele onderlichaam staat op de kop. Je krijgt allerlei medicijnen ervoor tot aan Viagra toe. En mensen die zien dat vaak niet aan de buitenkant van je.
Maar er is dus wezenlijk wel wat in mijn lichaam aan de hand. Ja, en dan noem je een hele trits aan ongemak op, maar dan zie ik je er eigenlijk best heel erg florisant bij zitten. Wat merk je dan in de dagelijkse praktijk van al dat lichamelijk leed? Nou, je leert ermee leven. En ik vind in feite dat ik maar heel weinig handicaps heb, omdat ik ermee heb kunnen leren leven. Doet hij zich nou stoerder voelen dan hij is, Anja? Of is het inderdaad heel makkelijk voor hem om daarmee te leven en om mee om te gaan? Nee, hij zegt altijd 1 keer in de 6 weken is hij ongesteld. En dan heeft hij een weekje dat hij het allemaal even niet ziet zitten en dat hij boos is op de Italiaan die dat veroorzaakt heeft. En voor de rest dan recht hij weer zijn schouders en dan gaat hij gewoon weer verder. Wat nu blijkt, hè, is dat jullie inderdaad al zoveel jaren geweldig met elkaar door één deur gaan. Door dik en dun, hoge pieken, diepe dalen hebben meegemaakt. Maar hoe goed kennen jullie elkaar nou eigenlijk? Weet je wat? We gaan gewoon de proef op de som nemen. We gaan hem weer spelen. Trek mijn pak weer aan. De relatiequiz. Oh, en in die quiz, dames en heren, gaat het dus om hoe goed ze elkaar kennen in de relationele sfeer. Want daar zijn we goed in. Dat soort diep psychologische dingen. Hier, kijk, hier was een plaatje worst. Pak hem. Heel goed. Rob, daar gaan we. Wat vindt Anja het leukst aan jou? Ieder goed antwoord is 1 punt. Als ze zo leuk vinden mij. Nou, dit is dit is een oneindige reeks, denk ik. Nou, noem eens 1 ding. Het allerleukste. Het allerleukste? Dat ik altijd loop te klooien over. Altijd loop te klooien over. We gaan kijken. Ik denk zijn avontuurlijke geest. En dat hij altijd wat heeft. Altijd wat te doen heeft. Ja, ik denk wel dat je eigenlijk niet hoeft te vervelen bij hem. Is dus niet goed, want het had natuurlijk niks met klooien over te maken, dat antwoord, hè? Helaas. Jawel. Regio half goed. Regio half goed. Nee. Plaatje hond voor Horst. Een plaatje Horst voor de hond, moet ik zeggen. Anja. Wat vindt Rob het leukst aan jou? Nou, moet ik dat zeggen over mezelf? Ja, mag. Wat denk je dat hij het leukst aan jou vindt? Niet helpen, hè? Wat zal hij zeggen, dames en heren? De ogen. Dat, de ogen, hoor ik daar oma zeggen? Mijn glimlach. Zijn het je ogen? Ja, is het je lach? Gezelligheid? Ja, gezelligheid? Wel gezellig. Met we gaan kijken, gezelligheid. Altijd lachen. Altijd glinsteringen in de ogen. Dat is het leukste. Hey, ah, lijkt me goed. Ja, lijkt me goed. Oh ja, plaatje worst voor de hond. Gaat hij weer? Ja. Hoe is die hond nog weer? Maxim. Ik vind hem wel een beetje een raar model, hè? Kom maar, vang je! Applaus voor Maxim. Goed, gaan we verder. We stellen een vraag aan Rob. Wat kan Anja niet aan jou uitstaan? Nou, ik krijg iedere week om mijn duvel dat ik er een hele stapel kranten heb liggen dat ik die eens een keer op moet ruimen. Opruimen, laat maar zien. Tony. Ik kan ze niet uitstaan. Ik denk dat dat zal zijn dat hij zijn kranten altijd laat slingeren. Hey! Ja. Plaatje worst voor de hond. Wat is de grootste blunder die jij volgens Rob ooit begaan hebt? Dat kan maar 1 blunder wezen. En dat is? Dat ik met hem getrouwd ben, dat zal hij wel zeggen. Mij te trouwen. Goed geantwoord, dames en heren. Dames en heren, gelijke stand, kan niet mooier hier in Huissen. En kijk eens wat er voor prijs binnenkomt. De enige echte, daar zit die hond er weer bij. Dat is eigenlijk de huiskamer tv-show mini relatietaart. Hij is voor jullie. Dankjewel hoor, leuk. Is dit nou het gezelligste deel van Mouse Village, Rob? Nou, op dit moment waarschijnlijk wel, maar er komen ook zoveel activiteiten dat de rest volgens mij ook gezellig gaat worden. Ja, maar dit is dus echt jullie eigen kroegje, zeg maar, na het werken even gezellig door. Nou, het is ons woonhuis wat we zo ingericht hebben dat allerlei clubs die Engels-minded zijn, auto, dartclubs, klaver, jasclubs, dat die in ons woonhuis eigenlijk van allerlei activiteiten kunnen ontvangen. Ja, het is ook tot in de details helemaal Engels en helemaal afstanden, hè? Na dat ongeval wat ik gehad heb en dat ik het idee kreeg van oké, ik kan geen werkplaats meer doen, dan ga ik maar een praathuis maken. Ik ga geen geraniums kopen voor achter de vensterbank, maar ik koop een bos riet. Dat leg ik op mijn dak en dan maak ik een Engelse cottage van. En een Engels praathuis, een Engelse pub. Maar dat hele perfecte, hè, dat tot in de details alles af willen werken, Anja, komt dat van jou of is dat van Rob?
Eigenlijk van ons allebei. We zijn natuurlijk een beetje grote anglofielen geworden. En eigenlijk al jaren bezig met het verzamelen van al die spullen. Ja, zijn jullie veel in Engeland nog? Nou, een paar keer per jaar toch wel. De vloerbedekking hier beneden hebben wij in Engeland gekocht en over laten komen. En is dat dan puur die bezoeken voor het inrichten van je huis of ook voor de inkoop van spullen voor hier de garage? Beide. In het begin deden we alle inkoop zelf en nu doe je dat met de fax en e-mail. Bestel je dat en dan komt het gewoon vanzelf. Een soort gecombineerde werkreisvakantie, zou ik maar zeggen. Zo is onze vakantie eigenlijk altijd. Ja. Het wordt een werkvakantie. Nou, de grootste inkopen die momenteel gedaan worden voor hier, voor de pub, is volgens mij een dakkoffer vol met speciaal Engels toiletpapier, omdat er bloemetjes op zitten. Dat is hetgene wat jij doet. Ja, dat ja, zo ver gaat het perfectionistisch. Wij zeggen ook, als toiletpapier op, moeten we weer nodig naar Engeland. Ja. Ja. Even een paar nieuwe rollen toiletpapier halen. Ja, je kunt het hier niet kopen. Ik moet toch heel even terug naar 1995, hè? De dag waarop jij in Italië die aanrijding kreeg, met alle gevolgen van dien. Zeg eens eerlijk, Rob, was dit allemaal ook ontstaan zonder die aanrijding? Nee. Ik werd toen afgekeurd voor 80-100%, dus ik hoefde niet meer bij Defensie te komen. En vanaf dat moment werd het dus niet meer voor mij gedacht, zoals ze willen zeggen, bij Defensie. Maar kon ik zelf denken en alle creativiteit die ik in mijn hoofd had, gewoon gaan doen. Ja, want iemand die met alle respect dan wordt afgekeurd, hier, zonder dat hij in Defensie zit, die krijgt een uitkeringje. Maar jij bent in feite een soort oorlogsveteraan die daar... Ja, daarom is de uitkering ook heel goed. Ja. En ja, ik ben het er diepe maat eigenlijk nog steeds niet mee eens dat je dus gewoon naar huis gestuurd wordt. Ik had dan het voordeel dat ik hiernaast bij de jongens in de winkel neergezet werd. En iedereen die binnenkwam en tegen mij, toen ik in de rolstoel zat, zei: wat is jou gebeurd? Dus ik kon van alles van me afpraten. Maar kom je thuis en zit je in een rijtjeswoning, dan zie je nog heel even collega's en mensen zijn veel te druk om contact met je te houden en dan word je moederziel alleen. Dus maar je bent daarnaast ook voor het geluk geboren, hè? Want jouw allereerste mini, 20.000 gulden, maar dan kreeg je de garage erbij, dat geld had je niet. En toen begonnen die lottoballen goed te rollen, of hoe zat het ook alweer? Ja, dat is een heel apart verhaal. Ik ging ergens een mini kopen, die stond in een pandje ergens in Arnhem. En ik kwam met die man in gesprek en hij zat in de auto en hij wou het pand ook kwijt. En toen zei ik van, ja, wat moet je daar voor het pand hebben? Ja, wat hij er voor een paar jaar geleden voor gegeven had, 20.000 gulden, mocht ik het wel hebben? Ik zei, nou, koop pand erbij, want ik vond het een heel grappig pand met een zaanig scheveltje. Dus ik zei dat tegen haar. Ze zegt, ja, maar hoe... Wat zei je aan jou toen? Wat zei je toen? Toen je terug was? Nou, ik ben zoiets natuurlijk wel gewend, maar ja, ja. Ik zeg, hoe ga je dat betalen? Ja. Daar had u dus een oplossing voor. Ik verkoop wel een paar van die auto's uit de schuur. Maar dat, ja, na een paar weken had ik nog steeds geen actie ondernomen. En toen zei ik van, kom tijd, kom raad. En nog eens een keertje de afspraak bij de notaris verschoven. En toen rolde er in één keer een briefje de bus in. Toen zat ik net bij Defensie op dienst. En toen had ik iets gewonnen in de loterij. Maar ik had een jaar daarvoor al gezegd, ik ga meespelen. Volgens mij ga ik iets winnen. Ja, en hoeveel won je toen? 100.000 gulden. 100.000, toen nog Hollandse guldetjes. Ja. En toen had ik dinsdagsmiddag een afspraak bij de notaris. En ik kom dinsdagmorgen naar de Giro, want er stond het er net op. Dat geluk heb ik nog nooit, hè? Dat geluk heb ik nog nooit. Nee, maar het geluk was extreem, want hetzelfde weekend had ik 500 gulden in de staatsloterij. Ook nog. En daarna is het triest geworden, ik heb niks meer gewonnen. Maar nu we het toch over geld hebben, Anja, volgens mij, dit doe je niet echt voor het geld, hè? Nee, dat kun je ook niet voor het geld doen, want dat levert het niet op. Maar ja, hij moet toch wat. Hij praat graag, dus voor ons was het de ideale oplossing. Ben je blij dat hij niet zonder zijn minis kan? Nou, ja, wij doen dat samen, hè. En dan is het altijd leuk. Vandaar dat we zondags ook altijd druk zijn daarmee. Ja, dus wat zijn je ambities, Rob? Later, als je groot bent. Als ik groot ben, later? Ik heb maar één ambitie, gewoon oud worden met diezelfde miep die nou naast me zit. De bel en dat betekent tijd voor de speciale gasten. Boys, welkom in Huissen. Hey, hoi. Zij kennen elkaar nog niet, dames en heren, maar dit is de Engelse band Fragments. Ze zijn speciaal ingevlogen, of eigenlijk met de boot zijn ze hier. En ze gaan een nummer spelen. Tim, what's the title of the song? We're going to play a song about Mini Coopers and it's called What a Lovely Car. What a Lovely Car. Live hier in Huissen, Fragment. Thank you very much. Oh, Robin and your Smiths, drinking in their English bar, fiddling with their English guitar. God bless Mini Coopers and God bless English beer. They've gone and brought a little bit of England over here. Oh, what a lovely car, what a lovely car, what a lovely car.
Oh, what a lovely car, what a lovely Mini Cooper. Oh, Robin and your Smiths, Robin and your Smiths, go to England every month, English breakfast, Sunday lunch, driving down to Sainsbury's to get their favourite grub, stuff the car with Walker's crisps and sell them in the pub. Oh, what a lovely car, what a lovely car, what a lovely car. Oh, what a lovely car, what a lovely Mini Cooper. Solo! Yee-haw! All right. Oh, what a lovely car to do. Blijft hangen dat deurtje, dames en heren. Het zit er weer op hier binnen. Misschien dat we stiekem nog even doorgaan tot in de kleine uurtjes met een paar lekkere Engelse biertjes. Als je het niet verder vertellen. Wat vanavond betreft de Huiskamer TV Show, bedankt voor het kijken. En ik ga vast beginnen aan mijn bacon en eggs van morgen vroeg. Tot volgende week. Dag. What a lovely Mini Cooper. Mini Cooper. Zo direct kunt u bij TV Gelderland weer kijken naar een nieuwe aflevering van De Geschiedenisbus. What are you waiting for? Come on. Je kunt de stilte horen. Opgaan in ruimte en rust. Ja.